Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuw vlog. Mijn naam is Enzo Knol en serieus, hier hebben veel mensen op gewacht. Want dames en heren, het is tijd voor weer karren vol met koffers die zijn gekocht op de veiling. En dat heb ik niet zelf gedaan, dat heeft een vriend van mij gedaan. Hi. Iemand die waarschijnlijk wist dat ik eraan zou komen en die net van het veilinghuis komt hier. Want daar ben ik nu bij het veilinghuis en hier heb ik afgesproken met de man die, of mannen moet ik eigenlijk zeggen, die mij dus een enorme gunst hebben gedaan. En dat is dat ze met mijn geld, dat vonden ze wel heel leuk, dat zal ik straks nog wel eventjes vragen aan ze, maar volgens mij vonden ze dat heel leuk, dat ze met mijn geld karren mochten kopen op de veiling, terwijl ik op Curaçao zat. Nou, daar zijn we op de Schipholveiling, hè? Eindelijk weer. Heeft lang geduurd, maar we zijn er weer. En we gaan een kark voor Enzo scoren, toch? Ik mijn kiel vast. Nou, hier komt je. Monsieur! Hoe is het? Ja, lekker. Het is wel echt teringdruk. Dat betekent wel dat, dat de prijzen best wel hoog op kunnen lopen vandaag. Dus hopen dat, dat er ook veel mensen zijn die eigenlijk alleen maar komen kijken. Dat is weer gunstig voor ons. Weet je? Dus als mensen alleen maar kijken en een beetje oriënteren en niet meebieden, dat is natuurlijk gunstig voor ons. Maar als al deze mensen meebieden, ja, dan hebben we wel een probleem. Hoeveel hebben we er nu? Vier. Houd het geheim, hè? Niemand mag het zien. Vijf de kar opgeschreven, toch? Ja. 1, 2, 6. 5. Gevonden plaza. Kijk, die is dus op de plaza in Schiphol gevonden. En dan Kmar, dat is volgens mij koninklijke marechaussee. Ja. Ja. Dus kijk maar uit. Kijk maar uit. Hier, ik heb nu dit. Dit is genoeg, denk ik, toch? Hebben we niet, zijn er niet nog meer? Nee, deze hadden we ook al geschreven, toch? Koffers, ja. Nou, meestal gaan ze tussen de 400 en de 500 euro, toch? Ja, maar weet je hoe druk het is. Nou, het zijn deze keer wel echt enorm veel karren. Echt bijzonder, bijzonder veel. Maar dat heeft natuurlijk mee te maken dat we de hele tijd geen veiling meer gehad hebben. In verband met corona. En nou, toch zijn er behoorlijk wat karren, moet je kijken. Ik sta nu nog eventjes bij deze kar. 7033, die hebben we ook opgeschreven. En ik zit net te kijken, moet je kijken, er zit een soort langwerpige... Ja, koffers in. Een soort beschermkoffers. Maar het doet me een klein beetje denken aan zo'n airsoft. Waar zo'n airsoft wapen in zit. Dus dat zou kunnen. Of een keyboard zou eventueel kunnen. Misschien dat jullie een idee hebben in de comments wat daarin zou kunnen zitten. En nou, als we hem winnen, dan weten we natuurlijk wat erin zit. Dus dat gaat Enzo hem openmaken. Maar ik denk dat het wel iets moois kan zijn. Aan de zijkant van de karren staan dus stickers dat ze afkomstig zijn van Schiphol. En dat zie je dus ook echt dat ze daarvan van komen. Maar de meeste koffers zijn dus nog dicht. Die zijn niet opengemaakt. Dus dat is echt extra spannend. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal in zit. We gaan het zien. Moet je kijken hoe druk het is, joh. Echt niet normaal hoe druk het is, hè, bro? Ja, man. Wel extreem vandaag. Kijk hoe dik dit is. Dit is gewoon een PlayStation 5 in een koffer met een beeldscherm. Nee, je kan niet zo goed zien. Kijk. Gewoon op je hotelkamer. Klap je dat ding open. PlayStation 5 bij je. Sick. Zonder doen. 500 mag ik dan hier al mee beginnen. Hier in tafel is 500 geboden. Er is echt niemand in de zaal, maar 500 heb ik hier geboden. 550, 600. 650, 700. Had weer een beetje. 57, meneer, 1258. Gaat ie? 1258. Yes, bro. Ja. Lekker. Gaat lekker, man. 653. 650, eenmaal. 650, allemaal. 700, de lager. Ja, ik had. 800, meneer. Wie? Boven. Ik? Ja, ja. Die kaart is goed. Nee, is goed. 800, allemaal. 800, hier op de kapot. Ja, ik heb wel. Wat was het? 50, 900. 900 euro. Wat doe je, man? 900. Ja, was het heel veel? Hij is vrouw zegt dat het heel veel is. Is het te veel? Ik heb het veel. Moet je het afkopen? A few moments later. Oké, we hebben de karren inmiddels gehad. Alles wat we opgeschreven hebben, daar, die zijn geweest. Hoeveel is het nu? Met alle berekeningen. Want er komt ook nog, hoeveel procent opgeld komt er nou nog bij? De BTW komt er nog bij. En 30%. Dus dat zitten we al bijna 4K, denk ik. We mochten maar 3K uitgeven, dus die andere dag. Dit is jouw probleem. Nee, dit is niet mijn probleem. Dit is jouw probleem, vriend. Oké, nou, we zijn inmiddels buiten. We gaan even de pinpas halen van Stef. Geen stress, man. En dan gaan we betalen. Ja, helemaal. Want, ik betaal alles voor Annie. Annie.
Eddie. Lekker in Curaçao. Ja. Kijk of je hem op kan tillen, bro. Ik wil er zo op. Hier. Ja, ik ben echt benieuwd. Kijk dan wat een band. Ah! Lukt echt niet? Mag ik het proberen? Tillen mensen dit echt op, joh? Ja, maar jij niet. Yo bro, dat krijg je echt niet omhoog. Ja, nog een keer? Nee. Hey, eucalyptus, man. Hij staat steeds zo op de video. Mensen denken dat jij en ik homo zijn omdat jij mij steeds zo vastpakt. Maar los, mensen denken dat nu ook. Maar van jou. Even kijken, deze hadden we. Deze, oké. Okay. Het is bij elkaar 4164. Zo. 2161. Ja, heb ik voor de hele zaal betaald of zo? Nee, ik wil kijken. Ja. Nou, graag gedaan. Leuk. Ja, insgelijks. Doei doei. Ja, nou ja, we hebben ze joh. 4164. Zat je toch niet zo ver naast? Nee, top. Kan die uit? Nee, top. Wacht, kijk wat Enzo zit. Hij vroeg hoe het ging. Had ik dit opgeschreven, 9.500 euro dat ik had uitgegeven op die laatste kavel. Dus had ik naar hem geappt, 9.500. Dus dan krijg ik een appje van hem, kijk wat hij zegt. Hij was wel even in de stress, eerlijk. Oké, okay, ik zal zeggen, geintje was. Geintje. You missed the joke, brother. Yeah, you missed the joke, brother. We wijzen dus even aan welke we gewonnen hebben nog. Kijk, hier staat er nog heen, deze. Oh, deze hebben we dus gewonnen. Deze. Oh ja. Oh, dit was wat je zei, dat er wat kleding tussen zat ook. Ja. Maar ook wel veel koffers. Ja, deze. Deze. Top, man. Deze. 60, is dat bij Ronnie? Ronnie bij achter bij... Ja, bij die vijand. Nee, die zat helemaal aan de rand. Ja. Ja. Lekker, man. Leuk, man. Lekker gelopen, toch? Ja, goed uitgegeven. Je hebt goed ook uitgezocht, dus nou, lekkere volle karren. Dus dat is fijn. Lekker, man. Nee. Hé, lekker voelt goed, man. Yo, yo, yo! Yo, yo, yo! Kijk, ze genieten van het zonnetje! Goedemorgen, jongen! Kijk, dit is de mannen waar ik het over had. De mannen? Ja. Dit is mijn dealer, Stef. Ja, hey man. En... Nee, dit zijn de mannen die mij hebben geholpen. Hoeveel van mijn geld hebben jullie uitgegeven? Ja, hoeveel? Ja. Volgens mij ruim 4k, toch? Meer? Ja, ruim meer dan 4000 euro? Ja, dus dat wordt betalen, jongen. Oh shit. Want dan ben ik ineens ook deurwaarder, hè? Oké, okay, ja, ik heb nog wat geld wat ik moet betalen aan de boys. Dat klopt. Oké, okay, dat wordt leuk, dames en heren. Dat wordt echt serieus superleuk. En het is serieus geen gein. Ze hebben echt daadwerkelijk zoveel geld uitgegeven aan zoveel koffers. Gewoon 4000 euro ongeveer. Niet normaal. Maar jullie hebben gezien, we kunnen er, serieus, dezelfde waarde uithalen. Maar het blijft toch even een beetje gokken. Dus voor als er ooit mensen zijn die deze video nu kijken en geïnspireerd raken en denken van, hey, ik ga ook koffers kopen, dan zou ik je wel adviseren om geld te gebruiken wat je kan missen. En niet geld te gaan investeren in iets waarvan je het geld gewoon echt niet kan missen. En ook niet geld lenen om dan dit te gaan proberen. Dat zou ik echt niet aanraden. Maar goed, zelf ben ik zo gek om er gewoon in één keer dit geld in te stoppen. Puur omdat het super gave content is. Omdat er heel veel van jullie zijn die echt soms wel bijna gesmeekt hebben van, oh, en zo alsjeblieft wil je weer die koffers gaan kopen. Ik heb het heel erg lang niet gedaan. Met een reden. Omdat het gewoon veel te druk was. Veel te gek. En nu was er gewoon een goed moment. Ook al was dat toen ik op Curaçao zat. Maar had ik gelukkig Rutger en Stef die mij wilden helpen. En eigenlijk zou Rutger het gaan doen met Milan. Maar Milan die werd toen ziek. En die kon niet mee. Dus dat was wel jammer. Maar heeft uiteindelijk Rutger het samen met Stef gedaan. Je was met Stef toch? Samen. Heb je er een beetje goed gevoel over? Nou, het zag er wel goed uit, ja. Ja. Heb jij er een goed gevoel aan? Want jij moet mij vertrouwen. Ja, ik vertrouw jou. Ik ga ervan uit dat goed zit. Nee, ja, dat zit wel goed, denk ik, hoor. Ja, top. En anders hebben we een probleem. Ja. We gaan het zien, dames en heren. Laten we in ieder geval wel afspreken dat jij en Stef allebei één item mogen kiezen wat eruit komt naar keuze. Oké. Okay. Dus dat is wel als een soort van bedankje. Ja, bedankt, man. Alvast. Alvast bedankt. Okay. En je mag ook iets uitkiezen. Ja. Eén item mag je uitkiezen van wat eruit komt. En dat mag je zelf bepalen. Vanuit de koffers? Ja. Oh, ja. Dat is vet. Als het een waarde heeft onder de 10 euro. Nee, je mag één ding allebei uitkiezen. Dus we moeten even kijken de aankomende dagen wat eruit gaat komen. Ik ben wel benieuwd, man. Het is serieus. Je verstopt wel allemaal mooie dingen. Allemaal mooie koffers. Alle Rolexen zo knip ik eruit die ik vind. Nee, we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Laten we het op gaan halen. Ik ben echt super blij dat Rutger en Stef zijn gekomen met deze bus. Want dat is echt wel nodig als je deze vier karren hier ziet staan. Dit zijn ze dan, dames en heren. Kar nummer 1. Ik zou zeggen, wie heeft uiteindelijk de beslissing genomen van dit wordt hem? Want ik wil eigenlijk bij elke car wil ik even een kleine zin hebben waarom en wat jou motiveerde om die car te halen. Ik bedoel, als je deze car kijkt, dan zie je dus
karton zitten. Dit is car nummer 7045. Wat is de gedachtegang achter car nummer 7045? Hier had Stef een bepaalde gedachtegang achter. We hebben eigenlijk alles op dezelfde manier beredeneerd. Zoveel mogelijk koffers in een car, dat willen we hebben. En er waren ook heel veel karren waar rotzooi in zat. En dit waren eigenlijk een beetje de betere karren, zeg maar. En kijk je dan nog naar duurdere koffers of kijk gewoon naar de aantal koffers? Nou, jij keek echt naar de wat duurdere koffers. Nee, je liegt nu. Niet? Nee, oké. Okay. Nee, maar inderdaad, Stef heeft wel gelijk. En wat is het idee hierachter dan? Nou, dat hebben we niet echt gezien. Ik denk dat hij zo tegen de muur stond. Oh, dus je keek het vanuit de andere kant? Ja. Maar we hebben wel serieus, want dit is bijvoorbeeld wel iets waar ik op... Want hier zitten dure koffers op, als ik dat zo zie. Ja. Dit is ook echt een mooi carbonnen koffertje, is dit gewoon. Kijk dan. Carbon fiber. Wat is dit? Kijk. Ja, carbon fiber, ja. Hé, dit is Boombaloo. Boombaloo? Dat is een enge clown, man. Nee, joh. Boombaloo. Hoe heet die? Ja, dat is Boombaloo. Ja, Boombaloo. Ja, dat moet jij weten met je kleine. Ja. Ja, kijk, dit vond ik wel interessant. Want dit hadden we bedacht. Dit is zeg maar van de Koninklijke Marechaussee. Gevonden plaza afgegeven kar. Wat houdt dat nee, in dan? Knar. Oh, knar. Nee, ja, Kmar. Koninklijke Marechaussee. Oh, Kmar. Ik ken dat helemaal niet. Oké, okay, en ik zie daar weer weer een mooie carbonnen koffer. Ja, deze heeft echt veel koffers. Check dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nice. Dus dat is het idee achter eigenlijk alle karren dan. Nou, dan hoeven we niet stuk bij stuk langs. We gaan het zien. We maken ze open. We gooien ze allemaal in de bus. En dat gaat sowieso wel passen. 4 karren vol, dames en heren. Geweldig. Gewoon met kar en al in de bus tillen. Ja, die karren moeten we inleveren. Er zit borg op. Halen! Zo, dames en heren. Dat was kar nummer 1. Ga snel door naar kar nummer 2. Ik kan jullie vertellen, dames en heren, er zitten wel goede koffertjes tussen, hoor. Tenminste, mooie koffers. We moeten nog maar even kijken of ze goed zijn. Kijk dan, hier. Hier. Dit zijn ze, hoor. Een American Tourister. Dat zijn goede koffers. Zo, zwaar ook, man. Zo. Dat zijn dure hoedjes. Cowboy. Ja, maar dit was een hoedje wat jou staat. Ja? Ja, kom maar eens. Ja, dat weet ik zeker. Ja, 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 serieus. Hey. Let's go. Ah, dit is zo! Wow, wow, wow. Emporio Armani. Zo, als je deze schoentje aan hebt, word je bijna verblind, jongen. Dit is echt sick. Woe! Dat is wel een goede titel. Gouden schoenen gevonden. In car. Wayo, keihard. Keihard. Let's go. Oh, man. Oh, mijn hoofd. Check dit dan. Gewoon een sporttas. Maar echt een goede sporttas. Kijk, twee mooie koffers weer. Oh, keurig. Zo. Zo. Hoppa. Dames en heren, car nummer 2. Ook weer gefixt. Heel gek. Zo, dit is ook weer een mooie carbonnen kar namens koffer. Jeetje, ik zeg elke keer kar tegen koffer en koffer tegen kar. Nou, dat gaat lekker. Oeh, boormachine. En dit soort dingen. Hij doet het ook wel. Ik vind dat echt zo'n Enzo hoedje. Ja, vind je Enzo hoedje? Dit is top, hè? Dat zou het moeten doen. Ja, ja, echt, hè? Zo'n avonturier is tof. Kijk, nu komen de tassen en de koffers. Kijk eens. Oh, deze is ook interessant. Kijk dan. Kijk, hier doen we het voor. Hoppa. Ook al moet ik zeggen, als zo'n koffer vol zit met kleding, word je ook niet echt blij. Maar daar gaan we dan maar even niet van uit. Car nummer 3, dames en heren. Leeg. Het headset niet die daar ligt. Dit ziet er echt mooi uit. Dat geluid. Lekker geluidje, hoor. Zo, de laatste. Ja, deel de deur. Dit is gewoon limited edition Rituals KLM handzeep. Zo, mond vol en een handvol. Zo,
stinkt het hier zo? Zo! Godverdamme. Zo! Wat een lucht. Nee, maar dat moet je denk ik... Bro, even dingen of zo, man. Wat? Dood dier? Yo, dit is niet normaal. Nee, dit is echt niet normaal. Moet even weten wat het is, man. Want dit is echt heel vies. Want dit is echt heel erg. Moet even wat onderzoeken wat het is, man. Oh, er zit in één van deze zit iets. Dat is echt niet normaal. Oh, dat is echt niet normaal. Hier zit het niet in. Is het die handgel? Nee, nee. Zit het in deze? Deze ook niet. Ik moet ruiken. Huh? Maar ik ruik het ook niet meer. Nee. Waarin zei je het? Ja, het was wel echt heel heftig. Ik rook het zelfs hier. Ja. Zo, heel interessant. Daar laten we het op houden. Interessant. Misschien is het wel ja, geld kan stinken, hè? Misschien wel een stinkende Rolex of zo. Kijk. De laatste koffer, dames en heren. Een mooie carbonnen koffer. Kijk dan. Keurig. Doen we ook in. Keurig. Keurig. Nou, hier zit het dan blijkbaar toch niet in. Ik denk serieus dat het misschien een, iets in de lucht was hier. Zou kunnen. Hoop ik. Nou goed, we hebben alles gevuld, dames en heren. Vier karren vol. In eerste instantie zou je dan denken, oh, wat een troep. Wat een troep. Gewoon een hele bus vol. Maar jullie hebben gezien wat voor mooie dingen je er allemaal uit kan krijgen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dit is in ieder geval wat we allemaal bij elkaar hebben op een grote stapel. Dus we gaan niet per kar bekijken wat komt er uit die kar. Maar gewoon vier karren bij elkaar. 4000 en nog wat euro. Wat komt er uiteindelijk uit? Ik ben heel benieuwd. Zo, ga ik even in een lekker busje rijden. Stef die was zo aan het staren naar mijn auto. Dacht, ik laat hem dan wel even in de auto rijden. En dan gaan wij met de grote bus vol met spullen naar Milan toe. Stinkt hier. Weer? Oh, ik wou net zeggen, ik ruik die stank niet meer. Maar hij was wel heel heftig, die stank, hè? Dat was echt niet normaal. Ik hoop echt niet dat er iets is achter in de bus, want dan zijn we echt lul. Oh, dat was echt heel goor. Kijk, we genieten. Nou zitten wij mooi in busje, hè? Het is een andere koek. Lekker hoor. Kijk eens wie we daar hebben. Hey. Maar weer met de lunch. Yes. Nice hoor. En er zit ook koffie in, laten we die meteen pakken. Oh, ja. Oh lekker hoor, meteen even koffie nuttigen. Goed geregeld. Ja, dat ziet er nice uit hoor, dames en heren. Zo, dat is een beste. Er is eentje met haver. Hoor, is deze voor mij? Een halve liter. Ja. Serieus? Ja. Oei, joh. Er is eentje met haver, die is voor mij. Maar lekker hoor. Hoe zien we dat er haver in zit? Proost mij. Hoppa, wat een mooi leven. Een kleintje, misschien is dat iets. Zit er bij jou haver in? Weet ik niet. Nee, havermelk. Oh. Wauw, ik dacht die granen. Maar is het haver? Ja. Maar hoe ruiken we dat? Die klein is. Dat kan je horen. Dan zist het niet zo hard. Ja, ik heb hem. Deze. Heb je? Deze is dan voor Stef. Ja. Hier ergens neerzetten. Ja, deze bus heeft geen bekerhouders. Jawel. Waar dan? Oh, daar. Hier. Kijk. Hier. En wat voor bekerhouder? Kijk. Oké. Wat? Ik woon hier, dus als hij iets aanrijdt, dan heb ik in ieder geval dit gedaan. En jij deed dit? Jij deed dit? En hij reed zo weg? En jij stond echt zo? Oh, dat is goed zo! En jij ook zo? Ja, nou echt! Hey, ik ga even vragen of het nut had. Hey, had je wat aan de... Zag jullie helemaal niet. Ja. Was jij iets aan het doen? Zie jij, zag je helemaal niet in de spiegel. Dat heb ik in ieder geval gedaan. Het staat hier op camera. Ja, voor de film zag het er leuk uit dat je dit deed, maar... Maar dat is ook voor de verzekering, hè, David? Oh ja. Voor mijn camera. Als je iets raakt, ik snap het. Oké, nou, we zijn aangekomen bij Milan. En ja, die is natuurlijk super blij dat ik al deze rommel in zijn tuin ga gooien. Ontzettend. Ja, dit is het. Vier karren. Oh, het valt mee. Vind je? Want het gaat best diep, hè? Ja, het is een lowrider, deze bus. Ja, dat hoor ik vaker. Dus dat? Ja, het is best wel veel, toch? Oh ja, ik heb trouwens sowieso een cadeautje voor je, omdat ik het in jouw tuin mag doen. Kijk, dit is Limited Edition Rituals KLM handzeep. Daar is Elisabeth ook blij mee, denk ik. Het is gloednieuw. Ik heb 6 stuks. Oh ja, dat is ook een cadeautje voor jullie trouwens nog. Dankjewel voor het meehelpen. Myron, ik heb voor jou een cadeautje. Bedankt, hè. Ja, maar dit is oprecht duur, denk ik, hoor. Dat deze shit. Geloof ik wel. Maar ruikt het nog een beetje lekker? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Het was nog goed tot 2008, dus. Nee, jongen, rustig maar. Ik ga niet in je gezicht smeren. Nee, jongen. Weet je nog die tuinslang, hé, Stef? Ruikt het ja, dat was zo mooi. Met Noël was dat toch? Ja, dat was met Noël. Die helemaal nat gewoon met die tuinslang. We kunnen er nog wel even terug naar kijken, hoor. Dat was wel een grappig moment. Komt ie. Je trekt echt meteen in het zand. Kijk, hard voor. Oh! Oh! Dat deed Enzo! Ik heb er dus wel
Oké, dames en heren, laten we beginnen met alle spullen uit de bus halen en hier neerzetten. Let's go! Kom op, mannen! Hey! Lekker Rutger! We gaan voor goud! Kom op, Milan! Werken! Ja, ik kan best hard schreeuwen, hè? Zo, koffers, koffers, koffers! Zo! Koffers te koop! Koffers te koop! Eenmaal aan de maal! Hoppa! Ondertussen hoor je de graafmachine bij mij in de tuin. Oh, je ziet hem ook daar, de graafmachine. Die zijn daar bezig aan het graven. Ja, dat doe je met een graafmachine. Lekker stuff! Hé, hey, aanblijven! Ho! Ik volg jou met mijn hoofdcamera. Ja, die voor je. Er zit geld in, man. Ja, dat is zo'n, een tas vol met geld. Dit zit, ook een slot op. Stel je voor, hè? Het is ook niet zo, hè? Ja, je mag één ding uitkiezen. Ik ben niet tas met geld. Zo, ik zet alles wel neer voor iedereen hier. Kunnen ze dat mooi zo pakken? Hey! Ik schrok me dood. Ik schrok me dood, gek. Ik schrok me echt dood. Oei, joh, in één keer begint hij te schreeuwen. Zo voelt dat. Hier, leuk tasje voor Elisabeth. Geen vakantie. Hij zit als hij op vakantie gaat. Dat denk ik. Ga je leeg, bro? Ja, bro. Gaat lekker, man. Gaat hard. Te parlen, lop. Te parlen. Nog. Wat ben je nou allemaal aan het doen, jongen? Wat is dit nou? Hey! Wow! Hey, een Noordfeest sondeertas? Oh my god! Wow, dat is ziek! Een Noordfeest sondeertas. Hij lijkt net. Die tas staat op je Myron. Schreef, dat is echt ziek! Noordfeest sondeer? Het is een collaboration, man. Yeah. Wow, dat is ziek! Dit is zo nice! Connector? Dat is echt ziek! Die stond juist zo goed. Wat hierin zit is voor Stef, ja? Wow, gast! 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 Ja, toch op, man. Gast! Ja! Alles is voor mij! Ja! Hier, hou je handjes op! Hier, kijk dan! Wow! Je pet ook! Ja, doe je pet, hier! Hou vast! Alles is mijn pet, man! Kijk dan! Hey. Rich man. Je bent rich man. Ja, deze mag je ook, hè? Ik moet iets bijdragen. Laat eens even zien, wat is dit? Allemaal Amerikaanse centjes. Geen idee, man. Ja, dit zijn quarter dollars. Quarter dollars. Quarter dollars. United States of America. Ja, serieus, dit zijn allemaal dollars, man. Dus gaan we doneren aan de Republica del Cacao. Ja, ja. Nou, wat zit er nog meer in die tas? Hier, Red Bull Ice. Hey, lekker, gap. Bro, jij bent helemaal de shit met je nieuwe money. Met je nieuwe money. Hij staat er nog echt. Hij staat hier. Ja. Lekker, bro. Lekker, hè. Boy, yo, bandana. Dat was het, man. Is dit ook, joh? Hé, maar eerlijk. Dat is wel echt een goede... Goede Frans, man. Zeker. Kuromi. Dat is Japans, man. Oké, we gaan weer verder. Hier, deze is echt keihard. Ja, die had Stef. Die is echt hard. Die had Stef op, ja. Hier ben ik benieuwd naar. Check deze. Howdy how, ik ook. Dit is van een piloot geweest. Moet ik deze opzij zetten? Oh, ik zie het er wel echt zwak uit zo met die. Ja, sick, hè? Die staat jou wel. Je bent Rick van The Walking Dead. Oh, yeah. Ja. Tegen mij, man. Ja. Dat vind ik zo'n grap, joh. Maar zet het me vanmorgen tegen mij ook. Maar ik lijk wel meer maar hij staat je wel goed. Ja, dat klopt. Hè. Well, yo. Hij staat gewoon echt. Ik vind jou ook een mooie. Ik heb veel van die hoeden bij. Ja, ben jij lekker gek op Walking Dead? Hij lekker gek. Ik ben de Walking Dead. Ja, je Walking Dead. Ik ben de Warner. Hij Warner. Hij kent dat serie niet. Oh, hij denkt dat hetzelfde wel. Oh, gaat eens schat. Ik hield er net het voor. Sorry, lieverd. Oei, yo, die had ik ook op. Ja, dat zei hij net, ja. Oh, hey, wat hierin zit mag jij hebben, ja, Rutger? Yo, je lijkt op Mahona van The Walking Dead. Oei, yo, dit is echt wat voor jou. Zo. Klusapparatuur. Ja. Ja, jij weet vast beter hoe dat werkt. Waar zit de tape op? Beveiliging. Hier, zo laden we dat. Hoe doet een cowboy dat? Oei, yo. Hier, schroeven alles. Kijk dan. Zo. Dat is gewoon een goede set, hoor, dit. Lekker, man.
Nou, dat wordt niet. Hier, kijk dan. Kijk eens even. Kijk dan. Nee, jongen, hier. Zo. Een busje hier, een busje daar. Van een tandarts. Van de tandarts. Iedereen in één keer bang voor de tandarts. Ja, lekker man, thanks. Neem me niet meer mee. Ja, de rest is allemaal een beetje los. Dat is statiek. Bam. Dat is wel een goeie. Kun je het stellen? Ze zijn best duur volgens mij. Ja, dat kan je stellen hier zo. Werkt hetzelfde als een skihelm. Hij staat je wel. Bam. Bam. Dat is wel goed. Zal ik hem bij jou in de tuin helpen? Ja, doe maar even. Ga maar heen, Hessie aan. Met deze? En dan zeg je, wat zijn jullie allemaal mee bezig? Ja. Hey, Rick. Hey. Bam. Hier. Where's Waldo? Nee. Doe maar, Charlie. Lulieve. Magique. Waar is Charlie? Avez vous. Dat betekent, hebben jullie. Hebben jullie? Charlie gevonden. Hebben jullie gevonden Charlie? Ja, maar de Fransen die doen dat verkeerd om ofzo. Nou, zo. Het zal wel even duren dat we Charlie hebben als we het zien. Hier, daar. Dit is wel een werkbaldo. Dit is dus Charlie, dus die moet je hier tussen zoeken. Ja. Als jij hem binnen 10 seconden vindt, ja, krijg je 50 euro. Echt? Dit blad, hè? 10 seconden. Oké, okay, zeg maar wanneer erin gaat. Ja, nu? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Daar. Oh, hij heeft hem. Nee. Jawel, want kijk, die meneer, dat is die. Nee. Charlie is dit. Wie? Oh, ik dacht dat ik die moest zoeken. Ja. Die staat daar. Zeg maar wat. Ja, jij zei ik moest die tovenaar zoeken. Maar ook die staat hier niet. Jawel. Nee man. Die staat hier ergens. Ik het ook doen? Ja. 50 euro? Ja. Maar ik doe het vaak weddenschapjes, hè. Is met goed? De darten, weet je nog? Zeg maar, dan wel andere bladzijden. Deze heb ik net al gevonden. Hier, deze dan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Where's Waldo? Ah, oh, helaas man. Ja, dit is hem hoor. Kijk maar. Man, die man is een zuurstok. Ja, dat is moeilijk hè. Ik vind hetzelfde zuurstok man. Heb jij Waldo al gevonden, schat? Nee, dit was. Waldo dan? Oké, wat Marvin hier aan het doen is die gaat even de laatste beetjes die los liggen, zoals kledingstuk en zo, gaat Marvin even bij langs. Als er iets interessants in zit, zoals dit, dan kijkt ze even en dan denkt ze, oh nee, toch niet, en dan gooit ze het weg. En ja, dat gaat Marvin nu doen hier. Of zoiets van, wat is dit? Een gloednieuwe schoen. Oh nee, toch niet. Ja, dat gaat Marvin dan allemaal in vuilniszakken doen. Die kleding en dingen die we niet kunnen gebruiken. Hé, hey, jouw zoontje doet het toch veel met Lego? Oh, ja. Die is gewoon nieuw. Oh, oh, je bedoelt niet mij? Oké. Okay. Nee. Is dat het item wat je uitkiest? Ja, dit is het. Alsjeblieft, man. Ja, geen probleem, alsjeblieft. Nou, jij mag een boek hebben. Ik ben Charlie aan het zoeken, even stil. Charlie. Hij heet niet Charlie. Wel man. Oh. We as Charlie. We as Charlie. We as Charlie. Oeh as. Charlie is een geluid. Ik ben Stef. Hoe zeg je dat in het Frans? Je suis Stef. Je suis Stef. Zo? Het is echt zo. Hier, één vuilniszak vol. Oké, okay, ik laat jullie hier lekker kloten. Best despier. Ga ik daarheen. Oké, okay, dames en heren. Laten we even kijken wat er allemaal buiten staat. Zo. Dit is het dan. Holy moly, wat een stapel, hé. Ik denk dat jullie wel begrijpen dat ik dit niet in één middag of avondje eventjes er doorheen kan jagen. Dus ik denk dat dit wel een paar dagen gaat duren. Maar er zitten echt hele interessante dingen tussen. Zoals deze tas. Ik ben echt heel erg benieuwd. Er staat Jamal op hier. En we hebben hier ook allemaal hele interessante dingen. Wat zit hier bijvoorbeeld in? Wauw, Darling Jackson from Uganda. Dit is een bord met iemand erop van Uganda. Kijk. Nou, we gaan hele interessante dingen tegenkomen. Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog als je nieuwsgierig bent. Ben je hier voor het eerst op mijn YouTube-kanaal? Alsjeblieft, abonneer op mijn YouTube-kanaal. We gaan voor die 3 miljoen abonnees, dames en heren. Ooit op een dag gaat het mij hopelijk lukken. Gaat het ons hopelijk lukken. Dus vergeet niet even te abonneren. Ik ben toch alles een beetje zo aan het leeghalen. Nou, deze was best interessant. Een parapluutje ja. In, maar ik dacht... Kijk nog even in het zijvakje. Nee! Nee! Wat is dat? Serieus? Ja! Wat? Holy shit, check dit! Wow! Nee, jij zit te kutten! Nee! Schat, zet was erbij! Nee, is het echt zo? Nee, is echt zo! Hoeveel is dat? Ja, geen idee, gast! Wee joh! We hebben het er bijna uit! Oh, en mijn rug is nog verbrand, gast! Oh, sorry! Curaçao! Hier, we hebben het gemaakt! Wow!
voor jou. Wat ziek. Kijk al die vijfjes dan. Dat zijn heel veel vijfjes, man. Holy moly. Wat een geld. Ja, toppie toch? Zo, zal ik even tellen? Ja, doe maar. Wat? We hebben gewoon geld gevonden. Ja, dat is de fijnste vondst eigenlijk. Je zit echt niet te kloten? Schat, nee, niet te kloten, echt niet. Jij was erbij? Ja. Kom even in de video staan. En dan? Was het echt zo? Ja, was echt zo. Ja, want ik heb serieus eerder... Nee, dat is echt zo. Kan je ongeveer herinneren? 2 jaar geleden, vlog 2183. Dat in echt. Nee, maar ongeveer 2 jaar geleden deed ik het ook met die koffers. Nou, alles wat ik jullie laat zien, dames en heren, is 100% echt. Niks is erbij gestopt, niks is gefaked. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Want er was dus ooit een keer, toen vond ik een portemonnee. En daar zat dan echt iets van 5, 6 of 700 euro in. Ja. En dat was ook echt. En ja, heel veel mensen dachten, oh, leuk voor de video erbij gedaan, voor de titel. Nee, dit is gewoon echt. Dit is echt. En ik deed zo... En daarna ging het in. Wow, ja, Mario kwam aangerend en schreeuwend. En ik zei, schat, ik ben niet aan het filmen. Ik doe even de camera aan. En toen deed ik de camera aan. Ja. En toen zag ik het voor het eerst. Maar 50, 70, 80, 90, 100, 130. Geen enkel probleem. 140, 70, 280. 290 euro. €8? 298 euro. En ja, dit gaat niet nog 2 euro. 298 maken. Euro bijna, en 70 cent. Bijna 300 euro gewoon. Wat? Maar hoe clean zijn die briefjes van 5 ook? Clean, ja. Die zijn echt super clean. Hey, laat maar liggen, dus van mij, dat is voor je. Ja. Nee, dat moet je zo doen, hè? Oh. Dank u. Alsjeblieft. Dank. Zal ik even zingen, dames en heren! Ja. Komt u maar, komt u dus maar! Bewijs maar dat je echt in elk vakje moet kijken in een tas. Want dit was ook gewoon zo'n tas. Ik weet niet. Ik dacht, ik ga nog even voor zekerheid hier kijken. Nee, we hadden bijna dat weggedaan. Ja. Ja. Ja, het is goed dat Mario zo iemand is die alles inderdaad checkt. Want eigenlijk hadden we dat beschouwd als troep. Ja. Wat dus losse items waren waar we niks aan hadden. Meteen 300 euro verdiend. Ja, dat is echt sick. Ja. Ik heb dus in totaal 4.132 euro betaald voor deze 4 karren. En we hebben 300 euro er al uit. Dus hier staat de telling. 300 euro kan er vanaf. We ronden het af op 300 euro. Boom. Lekker man. Het is echt bizar dit. Ja, dat is echt nice. Mag ik eens vaststaan? Het voelt lekker al. Ja, maar die brief van 5. Hoe, zoveel brief van 5. Zo sick. Dit is een goed begin, dames en heren. Heerlijk. Kom op. Voor de muziek. Sorry. Dankjewel, Roger. En zo? Ja, voor de tuin. Voordat ik, opslag. Ja, opslag. Opslag. Per dag. 10 euro per dag. Wow, dat is toch goeie. Wow. Oké, 15 euro per dag. Ja? Ik ben vandaag klaar, denk ik. Hij dacht, ik ben hier nog wel een week. Ik hoorde jou net 5 dagen zeggen. Ja, ik ben er wel even mee bezig. Maar nee, serieus, die 50 euro die moeten we even eraf halen. Jordi, kan je dat even eraf halen, weer die 50 euro? Want die 50 euro wil ik sowieso even aan Rutger en Stef geven voor benzinekosten. Dat is het minste wat ik kan doen. Want ze zeiden, nee, joh, komt helemaal goed. Willen we graag voor je doen, vinden we leuk. Maar dit vind ik wel zo netjes. Dus 50 euro is er al voor benzinekosten. Want die zijn duur tegenwoordig. Dus, en het is wel gewoon zo netjes. Oké, genoeg. Ik ga meteen naar een hele interessante koffer wat echt mijn aandacht wekt. En dan zul je zien dat dit er zeg maar duur uitziet, maar dat er dan niks in zit. Maar we komen maar op één manier achter. En dat is deze openmaken. Oh ja, tuurlijk. Ik ga op reis mee, neem een dure koffer mee. Wat zit erin? Oranje badslippers. Als deze echt is, bro. Oeh, wat heb jij? Ken je dat merk Dita? Nee. Oranje Dita. Kom erbij staan. Dita. Dita. Dit is een track. Ik weet even niet meer hoe die gaat. Maar ik hou van Dita. Ik hou van Dita. Dat is een knijterduur merk. Ik weet niet of die echt is. Maar als die echt is, is het echt een bril van... Ja, made in Italy staat 700-800 euro. Nee. Maar alleen als die echt is, hè. Ik weet niet of die echt is. Maar je kent die brilletjes wel, toch? Doe nee. Hoe ze eruit zien. Nee, ik ken deze. Je ziet dit toch bij al die gasten. Welke gasten? Brillen. Ja, gasten zoals ik. Nee, ik heb geen idee, man. Wow, is deze bril... Wow, joh, hij past wel mooi met een snorretje, hè? Ik ga ze even opzoeken. Dita. Zo, inderdaad, gek. 600 euro. Holy moly. Ik doe maar even af, denk ik. Oh, er staat hier Dita mag... Oh mijn god, dit is zeg ik. 900 euro. Nou, als die echt is, is het duur, dat zeg ik toch? Tuurlijk is die echt. Ja, dat weet ik niet. Het zit in deze... Huh? Zit er nog één? Er zitten heel veel brillen. Dit zat ook in dit tasje. Louis Vuitton? Ja, maar ik weet dus niet, want het zit in zo'n zakje. En ik heb niet het idee dat Louis het echt in zo'n zakje doet. Nee, maar ja, dit zijn gewoon gebruikte zonnebrillen. Ja, die mensen hebben laten liggen op vakantie. Dit ziet er wel echt uit. Dit is Louis Vuitton. Nee, hou op. Ja? Stef. Dat is die Rolex die we roken. Wat heb ik verliefd? Nee. Dit lijkt wel echt nee, op zo'n grap. Nee, hou je bek. Hou je bek. Nee, dit is nep, toch? Hoezo is dat nep? Nee, hou je bek. Nog één, hè? Oh.
Met schakel. Een Patek Philippe is echt heel, ik zeg heel, eerlijk, hij is wel zwaar. Ja, dat is echt heel duur. Nee. Rolex. Nee. Ja, die zit wel zo'n dingetje op, dat vind ik niet echt betrouwbaar. Maar je weet het niet, hè? Nee, hou op. Het kan zijn dat iemand, alhoewel, ik vind het wel, als die nep is, is het een mooie neppe. Dat is waar. Ik heb nog nooit een Rolex om gehad. Nee, dit is wel een vrouwenmodelletje, maar... Dat maakt niet uit, Rolex is een Rolex. Dat is waar, ja. Je moet voorzichtig met die, want als die echt is, dan moet je hem niet beschadigen. Ja, als een jasje voor jou beschadigd is. Nee, je wil er wat aan doen. Ja, ik krijg hem denk ik om, maar nooit meer af. Oh, krass. Oh, weet je wat Stef heeft gevonden? Een Dita Mach 6, 900 euro. Echt? Deze bril. Ik zweer het je. Ja, staat hem ook nog, hè? Hij voelt wel echt. Hij zou best echt kunnen dat hij echt is, hoor. Ja, maar ik heb gekeken. Ja, maar ik vind het raar dat het zo'n goedkoop dingetje is. Ja, dat hebben ze gedaan met gevonden voorwerpen. Huh? Gucci. Gucci Rush. Dat is een flink... Zo, dit is echt dit zo. Dit is allemaal beschouwd als rommel, hè? Dit is echt zo. Maar je krijgt dit ding niet open, man. Nee, rommel gevonden voorwerp. Ik krijg die Rolex niet meer af. Is het een Rolex? Is een vrouwen Rolex? Ah, ik krijg hem echt niet meer af. Ah! Maar dit staat mij voor geen meter, man. Jawel, man. Nee, man. Het lijkt heel duur zo. Ik lijk heel duur. Ja. Ik ben een duur stuk. Dit zou best echt kunnen zijn, hoor. Kijk, man. Er zit ook zo'n heel systeem in. Ja, maar er zit hier wel, kijk, zo'n gek plakkertje. Eau de toilet. Het klinkt altijd zo gek, alsof het voor de toilet is. Ja. Weet je wat het verschil is tussen eau de toilet en eau de parfum? Nou? Eau de parfum blijft veel langer hangen. Dus als je ooit parfum ziet en je ziet staan eau de parfum, dan weet je dat die langer around blijft, zeg maar. Langer around? Around. Ja, international, hè? Ja, international. Ik heb een Gucci geurtje gekocht laatst. Ja, deze is beter, hè, want deze blijft echt langer around. Hij blijft langer around. Moet je met deze doen, hè? Doe die, joh, mag ik je zeggen. Lucht je wat ik op heb? Ja. Nee, langer around. Oké. Wat was je met die tas aan het doen trouwens? Want ik heb je onderbroken. Ah, nee, ik heb te veel haren voor zo'n horloge. Kijk, dat je hem niet breekt, maat. Nee, ik wil even een Patek Philippe. Wow. Ik heb hem hier wel even gevonden. Het is gewoon Calvin Klein. Oh nee. Calvin Klein. Dat is zo'n nep Calvin. Doei, joh. Jean, hè? Jean. Ja, jeans. Jean. Calvin Klein. Ja, je vindt ook heel veel neppe dingen hierin. Wat is dit? Wat is dit? Oelf van Kooijnaas. Oelf van Kooijnaas. Dat is Calvin Klein, hoe dan? Hey, you give me emotional, man. Oh, dit is zo mooi. Zo, nu lijkt het net iemand die gaat deadliften, gast. Ik zou je jurkje aan doen leggen. Ja, maar dat is... Zo. Ja, ja. Zo, jij bent wel iemand die echt zo moeilijk in beeld te krijgen is, hè? Je loopt de hele tijd weg. Ik heb miniskirt aan, man. Oh, ik krijg die Patek niet meer af. Die Patek? Jij komt het al af. Jij bent classy. Ik krijg die Patek niet van mijn gooi, maar van mijn wrist. Wat deed je? Gozer, luister dan. Ik heb zo'n nieuw luchtje gekocht, toch? Laatst in de stad. Blijf zo lang around. Ongelooflijk. En de reden waarom ik zo schuin loop, die Patek is veel te zwaar. De montuurtje. Montuurtje. Ja, weet je waarom ik geen montuurtje? Weet je waarom ik geen montuurtje noem? Ja? Omdat die duur was oud. Montuurtje. Montuurtje. Als dat montuurtje voor jou beschadigd is. Je wil nog wat te doen. Kom op, man. Hé, maar de Gucci, is dit voor vrouwen? Nee. Jullie gaan lekker, man, met je spullen. Ja, dat is sick, hè? Dit is een dure... Ik wil even die Patek kijken. Gast, hou op. Hé, 2 ton, man. Nee, maar dit is een nep. Nee, serieus? Ja. Oh, sorry. Ik zit hier op je... Hey, als die horloge echt is, dan is het 2 ton, gast. Dat moet een neppe zijn. Ja, dag. Dat kan niet, dat moet een neppe zijn. Er staat 198.000. Oei, oei, oei. Is dat in de BTW? Nee. Oh, kijk, hier zie je neppen. Kijk, 280 euro van Etsy, daar lijkt het wel op. Maar dus hij is dus minimaal 200 euro waard. Ik wil niet te veel gaan flexen, maar ik heb jou een klein cadeautje gehad. Namelijk een vrouwen Rolex. Voor een kinderarmpje. Ja, echt hè? Nee, dat is voor mij, die heeft een klein polsje. Kom maar, schat. Nee. Ja, hij is gloednieuw, alles zit er nog omheen. Alleen doos niet, man. Ja. Mijn vrachtwagen gevallen. Een spelletje tussen zit, maar 1 keer. Als bol gewoon vast. Kijk, zo. 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 Groot. Oeh, dat doet pijn aan mijn ogen. Die. Is hij te groot? Ah, oh, maakt niet uit. Kun je gewoon het tussenuit halen? Nee, maar weet je wat het is als het te groot is? Ja, oh, is het te groot? Het is flex. Oh, ik wou net zeggen, als het te klein is, heb ik gewoon die heb bijgekocht. Ja, dat staat niet bij mij. Man. Doe hem zo één. Nee, jij doet ook gelijk zo naar mij. Dat staat echt niet bij weet jou. Weet je wat jij nodig hebt? Nou? Dit is wat meer voor jou.
Ja! Dit is precies wat Stef bedoelt. Ja. Hey, zo'n soort duikbril. Wat is het eigenlijk? Kijk dan. Ja, wat is dat? Wacht even. Deze is toch voor je nek? Nee, is voor je. Dit is een bril. Maar wat is het nut hiervan? Een soort bubbril. Dat je in je nek doet en dan kan je slapen. Denk ik. Ja, dat je. Ja, dat is als je. Bro, je gaat dit te ver, man. Dat wordt straks. Je moet wel aan hem zitten. Ja, straks in het zwembad. 100. Probeer het. Ja, maar even serieus. Wat is het hiervan? Ik denk serieus dat. Oh, plus min. Ja. Is... Zo. Wat plus min? Wat? Hey, plus min, bro. Ja, plus min. Weet je wat plus min is? Ja, dat is. Ja, er moet toch iets met volume zijn. Dat is kan toch anders. Deel door 3, denk ik. Plus min. En als je. Oh, weet je, als je hem omdraait. Min plus. Lekker man. Oh. Dat is nou wil ik weten wat dit is ook. Nee, ik niet. Nou niet. Jawel, we zoeken het later wel. Milan is van dat soort dingetjes opzoeken. Ja, doe je. Hij is in een keer de perfecte ideale huisman aan het spelen. Kijk, volg de slang en je komt bij Milan. Volg de slang en je komt bij Milan. Ja, bro, wat ben je aan doen? Hé, hey, de stofzuiger leegmaken met. Nice, dit is een stofzuiger, zwembadzuiger. Ik bedoel... Gaat hij uit het zwembad hierheen? Ja, hij ging helemaal uit zichzelf, ging niet zo hierheen. Hé, hey, Miros, blijf hier! Ga hier maar zitten, kom er zo aan. Ja, dan moet even zijn luien verschoond worden. Och, meen je. Dan moet je gewoon met een schepnet eruit halen, man. Ja, nee, dat zit toch op de bodem geplakt? Heb jij geen zwembad in je achtertuin? Ik heb op de bodem geplakt, hoor. Blaadjes? Ik heb wel zwembad in mijn achtertuin. Echt? Oh, dat is sick. Ja, man. Wat dan? Wat dan? Ik heb bij mij zwemmen. Ja. Met je speedo. Ja, dat weet je al. Ja. Nou. Nou. Goed zo. Tegelijk ook. Het is buurman en buurman dit. Goed zo. Nou. Hey. Hoeveel kuub? Hoeveel kuub het zwembad is? Want jij hebt echt filmie. Hoeveel kuub is jouw zwembad? 10 kuub. Maar dat je zo aankomt bij iemand. Hoeveel kuub is dat? En dat is een kuub, wat zeg jij nou? Ik heb meer kuubs. Hey, hoeveel kuub, Milan? Weet je dat Milan, niet? Hoeveel kuub is dit? Weet ik veel. Dat is de raarste vraag ooit. Je hebt toch besteld? Ja. Hoeveel kuub heb je besteld? Ik heb gewoon een slag neergezet en na 2 dagen was hij vol. Ah, dat is dan... Ik veel. Dat is 2 dagen. Hoe lang deed het erover? Dan kunnen we de kuub uitrekenen. Ik denk 2 dagen. Hoeveel water druk heb je? Hoeveel water druk? Ja. Ja, hoeveel komt er per minuut uit? Hoeveel liter? Ah joh, ik denk met deze berekening dat we ongeveer uitkomen op... even kijken. Op actie komen we uit. Ja. Nee, maar wat wil je doen? Jij wilde hier overheen springen, of niet? Ja, ik denk dat het best haalbaar is. Ik ga het niet proberen, maar ik vind jou iemand die... Ja, nou, er komt ooit nog wel iemand... Hebben die filters schoonmaken? Oei, oei, oei. Waarom heb ik zo'n gevoel dat hij dit eerst serieus heeft gedaan en dat hij dat nu als grap doet? Nee, maar er komt vast ooit nog een keer iemand in de vlog die je overheen wil springen en die het redt. Of misschien net niet. Ik denk dat het is niet per se... Het is meer gewoon het idee dat je met je schenen op de rand klapt wat niet gaat zo sowieso bij jou. Ja, nee, nu heb ik er geen zin meer in. Het gaat sowieso bij jou gebeuren. Nee, ik doe het maar niet. Jij gaat het niet proberen? Nu niet. Oké. Okay. Even niet nu. Nou, ander keertje dan. Wordt vervolgd. Ja. Nou, goed. De Alda zei ik moet ondertussen poepen. Duurt nog langer. Nee, maar dit is mooie rommel, dames en heren. Dit is echt mooie rommel. Ik ben heel erg benieuwd hoe lang het gaat duren. En we gaan sowieso dit even uitzoeken. Die Patek Philippe. Ik heb hem geen eens goed in beeld laten zien eigenlijk. Maar dit is hem. Kijk. Dat is al het beginproces van het poepen. Dit is de Patek Philippe, dames en heren. Kijk, die achterkant is wel echt gaaf. Zie je dat? Dat gaat helemaal zo rond. Kijk. Heel mooi. Dus dat ziet er wel gaaf uit. En dit is dus die vrouwen Rolex. Die ziet er dus zo uit. Vrouwen Rolex. Oké. En dan hebben we hier dus die Dita bril. Very good, very nice. En dan hier hebben we een Louis bril. En dan hier het Gucci luchtje. Wat? Dus dat is wel nice. Rutger en Stef die zijn dus naar huis. Dus shout-out naar Rutger en Stef voor het fixen van de 4 karren. Want we hebben er nu al heel erg veel lol mee. Ik was nog niet echt aan deze tas verder toegekomen. Maar hier zie ik wel... een paar brillenkokers in zitten. Dus laten we even checken. Lenscrafters. Oké, dat is gewoon het oog, dat is een hele goedkope bril. Gewoon zo'n simpele bril. Ja, met sterkte. Met sterkte. Dus dat is eigenlijk een bril vinden met sterkte is niet nice, want dan moet je specifiek iets vinden. Uh-huh. Iemand die ook die sterkte heeft. Hier zit niks in. Alleen maar vieze lijm of zo. Oeh, ziet er heel naar uit. Dus dat is niet zo fijn. En hier hebben we ook niks.
Helaas. Terwijl dit dus echt eruit zag als een hele interessante, dure... Een Nokia! Wow! Nice! Je weet wat ze zeggen over een Nokia, hè? Die is niet kapot te krijgen. Nee. Oh, er zit zelfs een cameraatje op. Ja, het is wel een nieuwere Nokia. Hello China? Ja, ik wou het zeggen. Hello? Wat hebben we hier nog meer in zitten? Ik ga even op mijn hurken. Oh, dat is zo chill aan dat kunstgras. Maar jou! Hey! Het ziet er wel gaaf uit. Ja, en in zo'n tas ga je er ook gewoon vanuit dat het duur is. Ja, eigenlijk wel, ja. Probeer even achterop te kijken. Orient. Ja, dit moeten we gewoon naar een juwelier meenemen, denk ja, we ik. Moeten eigenlijk alles verzamelen qua horloges en andere soorten sieraden. Ja. Ook al heb je dus wel een app dat ik even zo'n foto kan maken en dan kijken of we kunnen achterhalen wat het is. Krijg je allemaal gouden horloges waarschijnlijk. Ja, dan krijg je allemaal gouden horloges, want hij is niet specifiek genoeg. Maar er staat wel dat het een Orient is. Ik zie het allemaal een beetje rond de 100 euro, maar ik zie niet deze specifieke. Gaan we meenemen naar jullie hier. Ja, we leggen deze in ieder geval apart. Oh. Oké. Is het wel een vrouw dus, deze tas? Denk ik. Of de sieraden van zijn vrouw in de tas. Dat kan ook. Ja, nou, dat is heel moeilijk te bepalen. Omdat het kan ook zijn dat mensen dit gewoon allemaal in die tas hebben gepropt. Oh ja, dat kan ook, ja. Want je moet je voorstellen, heel veel van deze voorwerpen zijn dus blijkbaar gevonden koffers en tassen en andere soorten spullen die achter worden gelaten op het vliegveld. Ja. Dus ja, het kan ook zijn dat ze gewoon voor de makkelijkheid losse spullen in zo'n tas hebben gedaan en dat wordt uiteindelijk gewoon geveld. Dat kan ook, ja. Maar dit zijn wel allemaal... Ja, zie? Wat? Het is wel gewoon een gouden ring volgens mij, hoor. Ja, wat moet staat er iets in? Staan? Ja, die code moet er wel in staan, hè? Nee, hier staat Steel 7. Dat is een ijzeren ring. Wow, maar dat ziet er wel vet uit. Wow, dat is wel echt... Ja, ik hoef het geen eens te proberen. Zomaar, nee. Dat is wel gaaf, zoiets, hoor. Ja, ik draag alleen altijd zilver. Ook al draag ik aan deze kant trouwens wel gouden armbandjes. Ja, best moet wel gek. Even om ja, die moet doen. Hem die inderdaad. Ah, dat past niet. Auw. Nee? Oh, sorry. Oké, nou dat past niet. Ja, je kan dit wel een beetje buigen hoor, maar dit is wel echt mooi. Dit zou wel eventueel echt goud kunnen zijn hoor. Ik ben super benieuwd, we gaan erachter komen. Wow, yo, kijk dan. Wow, Milan vindt het ook leuk denk ik hoor. Ik vroeg aan hem, wat hoop je te vinden? Hij zei een gouden ring. Nou, dit zijn gewoon gouden ringen. Milan, kom eens! Hij is wel hier, weer staal. Hij doet dat allemaal zo in zijn hand. Stainless steel. Kijk, kijk, komt eraan. Bro, wat hoopte jij te vinden, zei je tegen Maya. Een gouden ring. Kom eens kijken. Oh, eentje zwaar. Wat is deze? Oh jee, dit is allemaal nep. Er staat Steel 7 in. Ja. Nee, deze is ook nep. Is het allemaal nep? Milan, ja, kan dat nou? Nee, jij wel. Ik kan even voor de vlog, voor de intro. Wow! Dat is wel goud! Maar het kan wel nog wat waarde hebben, sieraden. Ja, alleen als er wat in staat, heb ik geleerd van de juwelier. Oké. Ja, als er goudcode in staat. Ja, en hier staat AAA, maar dat gaat misschien over een batterij. SS. Ja, en die andere staat allemaal stainless steel, dus zeg maar niks. Ja, ik, volgens mij zit allemaal niks. Oh, jammer. Wel jammer, inderdaad. Dit is ook allemaal staal. Ja, dit is ook niet zwaar genoeg. Het voelt al. Hier zit nog eentje in. Wow, wel veel. Toen ik die gouden ring zelf had gevonden. Ja, want jij had ooit wel echt een gouden ring gevonden. Die was echt dat je dacht, zo. Zwaar? Ja, echt? Zwaar, ja, was echt zwaar. Wow. Was, ja, 900 euro was het. Ja. Wow, dat was gewoon volledig goud. Helemaal goud. Ja, dat is wel echt cool. Ja, dat was ook nog met de goudkoers van op dat moment. Die zou nu hoger zijn. Ja, dat is altijd anders, hè? Hé, hij past dan ook. Mooi. Wat leuk. Prachtig. Nou, zit er nog wat pennen in verder. Ik zit gewoon in elk vakje even te kijken. Je weet maar nooit. Dat is ook zo, hè? Dus dit is deo-rol. Dit is olie. Jojoba. Hier zie ik ook nog wat resist. Zo. Klein armbandje. Ja, nou wel alles goud. Wel matchy. Ja, het is wel matchy, ja. Maar als je dit zou vinden, dan heb je echt wel zin om alles in één keer open te maken. Ja. Nou, dat is het volgens mij. Oh, hier is nog een rits. You never know. Zit daar in één keer de monies in. Ach, ach, ach. Twee oorbellen. Oh, ja, maar meestal als er iets, zeg maar, niet echts in een tas zit. Want waar ik die gouden ring in vond, daar zaten alleen maar gouden dingen in. Er was ook een klein goud ketting. Ja, alleen maar wat echt was, zeg maar. Alles was echt. Ja, ja, hier heb je dus twee oorbellen. Ja, toch even naar de juwelier. En als die er rustig naar wil kijken. We moeten alleen even een goede juwelier vinden die, zeg maar, gewoon eerlijk is en ook gefilmd wil worden. Ja, dat is wel leuker, inderdaad. Want het is wel super lastig, denk ik, om bij een juwelier te komen en te zeggen van, ja, wie heeft er verstand van? Want er zijn ook mensen die doen alleen reparaties, bijvoorbeeld. Ja. Die hebben verder geen verstand van alles van aan.
tot Z. Maar die gewoon als juwelier zijnde durft te zeggen: oké, okay, dit is wat je hebt gebracht. Dit is wat echt is. Dit is ongeveer de geschatte waarde. En eventueel, dit is wat ik je ervoor kan geven. Ja. Ik ben bij 3 juweliers geweest en 2 wilden checken. De ene wilde het gewoon niet. Nee, die wilde gewoon niet kijken. Nee, die wilde het niet voor kijken. Ik ben ook wel eens bij een juwelier geweest. En die durfde dan niet alles met zekerheid te zeggen. Dus dat bedoel ik. Je moet echt iemand hebben die gewoon veel ervaring heeft. Maar ik had wel bij allebei dat ik het liet zien. En dat ze meteen zeiden van, ah ja, die wil je hem kwijt? Weet je wel, dat ze hem wilden kopen van me. Ja. Wow. Toen wist ik al wel van, oké, nou, dat is gegarandeerd echt. Dat ja, weet precies. Ik 100% zeker. Dus toen ben ik meteen naar zo'n gouddealer gegaan. Ja. Toen heb ik gezegd... Gewoon goud! Geen mooi goud, ja. Maar heb je die ring nog of heb je die verkocht? Nee, die is als nu goud geworden. Oh, echt? Wow. Die heb ik ingeleverd. Wow, dat is nice. Ah, die hebben ze omgesmolten. Die ene ring was mijn hele koffer. Ja, dat is wel ziek. Wow, ja, dat is nice. Ja, mijn hele car. Dus ik wilde gewoon mijn car terug. Ja. 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 Ik zal hier ook eventjes in het midden neerzetten hoe duur elke car was. En dan zul je dus ook begrijpen wat de berekening is van 4.132 euro. Want je moet ook best wel veel geld afstaan aan het veilinghuis. Dus dan zie je hier eventjes de hele berekening van alles. Goed, even helpen. Wat kan ik iets doen voor je? Of zeg je morgen? Nou, eigenlijk wilden we zo doen. En dan kan je meedoen. Want aangezien je dat ook super leuk vindt, al helemaal als je zoiets filmt. We kiezen alle 3 kiezen we 1 koffer uit. Of item. En, of een tas. Of iets. En dat maken we dan open stuk voor stuk. Dus ik zeg, begin jij maar. Kies een mooie tas of koffer of iets uit. Check dit. Nee, dat is best wel sick. Helemaal van de grond af. En nu je benen uitstrekken. Wow, als dat lukt. Ziek hoor. Ik moet alleen wel even 1 ding opbiechten. Nu we toch aan het filmen zijn. Ik ging net in een voorvakje van een tas kijken. Oh, dus die wil jij al hebben, zeg nee, maar. Die wil ik aan jou geven, zodat jij hem kan openen. Oh. Want het was wel iets wat wel interessant was, namelijk. Kijk ook hoeveel, hè? Dat is echt niet normaal. Die ziet er dan uit alsof er niet zoveel in zit, toch? Ja, net zoals met dat geld. Nou, kijk maar wat er in het voorvakje zit. Alweer geld? Nee. Oh. Iets anders, maar wel leuk. Misschien kan Milan hem openen. Ja, anders doet Milan maar. Kijk maar. Wat is het? Dat is toch ziek? Dat kan niet. Dat is een neppe. Nee. Wat is dat dan? Een smartwatch. Een Samsung Galaxy Watch. Oh, wow, dat is wel sick. Dat is serieus duur. Ja. Ik zag eerst niet wat het was. Nice toch? Ja, dat is heel nice. Ja, ik voelde het hier ineens. Maar is het een beetje een nieuwe? Dat vraag ik me af. Eerlijk gezegd, smartwatches zijn sowieso nog niet zo oud. Nou, de eerste Samsung smartwatches, die zijn op zich niet zo heel duur meer. Ik moet een lader doen, want dat gaat niet aan. Ja. Wow, dat is wel vet. De lader bij, dus. Ja, dat is perfect. Oh, hier zie je achterop misschien wat voor... type het is. Ja, hier staat model. Hier staat S-Jig. De S-Jig? S-J-I-G. De Samsung Galaxy S-J-I-G. Oh, daar zit een serial nummer bij. En een modelnummer. Hoe heet die? Het model is SMR830. Die staat hier nieuw op internet. Voor... Ik mag gewoon poepen hoor. Hoeveel? Voor 150 euro. Nou, dat is toch goed? Ja. Nou, goed. Dat is wel echt nice. Nou, kijk, dus, en dat is tweedehands of nieuw? Dat staat nieuw. Tweedehands 80 euro, ja. Let's go, man. Dat is wel echt nice, ja. Hier, Michael Kors riem. Wow! Milan Koops. Milan Koops. Oh, Milan! <hey. laughs> Jij bent Milan Knol. Ja, die is niet echt, denk ik. Maar hey, je weet het nooit. Nee, moeten we even apart leggen, kunnen we later wel even checken. En? Oh, yo, dikke watch. Staat doet op. Doet het gewoon nog. En Peterson. USA. Peterson USA. Het ziet er best nice uit, hoor. Oké, sick. Peterson. Ik heb geen idee wat het is, maar ik leg hem eventjes hier. Wat heb jij? Hé, dat is Versace. Ja, Versace, Versace. Versace, Versace. Versace, Versace. Maar dit is een make-up dinkie, denk ik. Ja, sick. Nou, make-up is duur. Er zit allemaal make-up in. Ja, maar wel gebruikt. Maar dit zijn wel allemaal dure dingen, hoor. Nou, misschien zit hier nog een ringetje in of iets. Hier in het zijvakje. Zou best kunnen, ja. Zo. Zo, die draagt al veel make-up, zeg. Ja, ziet jouw tasje er niet zo vol uit? Hé, hey, Kiko, dat is ook zo'n... Ja, ze heeft heel veel van Kiko, maar dit kunnen we allemaal niet gebruiken. Hier, Hema. Oh ja, lol. Wow, is gewoon Nederlands waarschijnlijk dus. Nou, leuk, maar er zit verder niks in. Maar dit tasje kan wel eventueel veel waard zijn, hoor. Als het echt Versace is, in ieder geval. Ja, en deze hanger zit er nog bij. Die doen we er gewoon even aan. Ja, die moeten we even bewaren. Nou, dat is wel een leuke tas. Dus inderdaad een tas dat je denkt, mooi. En dan... Ja, precies. Gewoon, gewoon een simpele rugtas eigenlijk. En er staat gewoon best wel wat in. Maar ja, Milan die heeft nu ook een vrij simpele rugtas daar. Ja, wou die doen? Ja, volgens mij wel. Jij wilde die tas doen, hè, Milan? Ja. Kijk. Hey, Versace. Versace, Versace.
voelt wel een redelijke... Versace, Versace. Stevig. Altijd naar de stitching kijken, je weet toch? Wow. Wow, schat, wat doe jij? Doe het potje open, gassen. Alles op de grond. Oh nee! Jij hebt je meteen een penalty stip gemaakt. Ja, dit is fake, joh. Ja, is hij fake? Is de stitching niet goed? Ja, bro, denk je dat Versace zoveel stitchfouten maakt? Nee, true. Je hebt gelijk. Die meneer binnenloopt die heel erg rijk is, loopt de Versace winkel binnen. Hé, hey, no stitching good, hè? No, no, no! En dan gaan ze echt niet betalen, hoor. Ja, snap ik. Zo, dat denk ik dat de gemiddelde Versace koper is. Ik ben er nooit geweest. Maar het is wel een leuk make-up tasje. Ik vind het wel echt mooi. Leuk gedaan. Nou, Milan, kom maar op met die love tas. Oh, dat is geen hartje. Ik dacht dat het een hartje was. Let op. Het is helemaal geen tas. Ik heb jullie allemaal geprint. Wow. Huh? En wat doe je er dan mee? Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Dat weet ik niet. Interessant. Het is geen tas in ieder geval. Kleren. Wat heb jij voor tas gekozen? Tas met kleren. Wow, wel een coole tas is dit. Kijk. Wow, kan je die tas... Ja, die kan je gewoon andersom doen. Oh, dat is het. Daarom oh, zit hij zo. Wat, inderdaad. Wow, dat is wel cool. Dat is wel een coole tas, ja. Hier heb je een rits. Ja. En aan de andere kant heb je ook een rits. Je kan er letterlijk binnenste buiten. Ja, geniaal. Dat is wel echt een leuk design. Dat is wel echt grappig. Ja. Wow, yo bro, je hebt gewoon een tas die je twee kanten op kan dragen. Nou, heb ik een coole tas. Yes. Zit daar wat in? Nee. Maar dit was even om in te komen dan, ja? Ja, dit was een warming-upje. Nee, dan gaan we door naar de volgende. Oh, dit is zo. Ja, je hebt de winnaars, je hebt losers. Nee, je mag nog eentje. Die tas is wel echt keihard, bro. Echt blij. Hij is echt de hond. Yep. Ik ga voor de carbon koffer. De dure look. De carbon koffer. Ja, de dure look, dames en heren. Nou, ik ben benieuwd. Oh, het is lekker warm door de zon. Kom maar op. Met die warme gouden ringen. Zo! Wow. Jeetje. Dit is van een DJ geweest. Nou, kijk eens wat we hebben. Oortjes voor de iPhone. Nee, dat doen ze altijd al expres bij elkaar, hè? Ja, weet ik, ja. Oortjes van Sony. Headset van Sony. Hele oude gebruikte headset. Ja, allemaal gebruikt natuurlijk. Ja. Ja, wat doen we ermee? Oh, powerbanks weer heel veel. Oh ja, die had je vorige keer ook zoveel. Oeh, dat is wel nice. Beats by Dre. Dre. Zit niks in. Helaas. Helaas, dat is jammer. Even kijken, is dit een rookmelder? Wat boxje, is dit? Denk ik. Oh ja, is een box. Hij zit nog steeds met die tas. Ja, het kan niet snel dus. Als je denkt, ik moet even snel mijn tas veranderen. Nee, als je een nieuwe look wilde, ben je wel even bezig. Ja. Make-up ook. Ja, dat is waar. Ja, voor de rest allemaal powerbanks. Maar ja, dat is ook wel nice hoor, powerbanks. Wacht, een lampje. Oh, lampje. Staat vooraan ook. Dat 100, is een hoofdlampje. 100 lumen in je bek. Ja. Wow, wel zieke powerbank, hé. Dit is hier 20.000. Ja, dat zijn echt top powerbanks. Even kijken of je het doet. Dus er zit gewoon een iPhone. Wow. In één keer wordt je hele telefoon leeggehaald. In één keer helemaal gehackt alles. Ja. Dat is hoe hackers wel binnenkomen, hè, bij sommige dingen. Hier. 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 5 euro. Ja, hij is gewoon aan het opladen. Wow, beter. Wow, deze is echt ziek. Wow, is hij helemaal vol? Wow, 20.000 lumen, dat is wel... Of lumen. 20.000 lumen in je bek. Ik bedoel 20.000 stroom. Ja, dat is veel. 20.000 stroom. Ampère. Ampère is dat toch? Ja, MAH. Je bent elektricien en je hoort dit. Ja. 20.000 stroom. Je kunt even kijken naar de meterkast. Oh, zie je het al, 1500 stroom. Ja, dat is wel een nice powerbank. Zo je dit ook, kijk. Kilowatt. Eentje USB-C, eentje hier, Samsung en ander iPhone. Dus alles in één. Fijn. Mila gaat ons dit helemaal stuk. Het is zo grappig. Hier, weer een dikke. Hoeveel stroom heeft deze? Hoeveel stroom? Hoeveel stroom? Wow. Het lijkt een beetje dezelfde eigenlijk. Ja, deze heeft ook 20.000. Ja, deze heeft ook 20.000. Maar is het nou ampère? Het kan ampère, kilowatt, oh, watt. Ja. Het kan wat? 20.000? Nee, deze heeft 26.800 stroom. Wow, 26.000? Ja, deze. Hoe dan? Deze 20 en deze 26.800. Dat is deze met, echt poep. Is dat niet met de snelheid? Nee, 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 dat is hoeveel stroom erin zit. Volledig. Hier, moet je kijken, jongen. Hier, 10.000 stroom. Deze. Maar dat zijn wel mooie powerbanks, hoor. Dat zie ik. Dat je tikt. Oh, dit is ook ideaal, hè? Die moet ik echt gewoon houden. Je moet je eigen standaard in je koffer hebben. Dit is voor euro. Ja. En de rest is allemaal anders. Zo. Oh! Holy moly! Dit kwam er snel uit, Gert. Het schiet echt hard eruit, ja. Yo, doe je dat er weer in? Oh, zo. Oh, wat? Kijk dan. Even UK. Bam!
Die is gek. Dat is voor UK. Pap erin en dan kan je hier zo. Ik snap eigenlijk niet dat, dat er zoveel verschillende stopcontacten zijn op de wereld. Waarom niet gewoon allemaal gelijk? Ja, dat is net zoals met geld. In Europa heb je euro en de rest van de wereld niet. True. Kijk, deze is ook wel grappig. Dit is Smiley. Dat is zo. Standby. Ik doe even de schijf open. De DVD-schijf doe ik open. Ik dacht, hij gaat zijn tong uitsteken. Ja, dat dacht ik dus ook. Oh. Ik denk, hoe makkelijk. Je kan gewoon je mond open doen als ik op dit DVD-schijf open. Doe hem weer dicht. Ja, oh, dat is eigenlijk goed. Er staat hier topmenu. Oh, nee, werkt niet. Maar eerst aan. Aan. Oh, hier. Ja, ik had dus dit gevonden. Dat was echt super nice. Kijk, Smiley. Oh, super vet. Oké, we gaan even kijken. Verder gewoon kijken of er zitten alle spullen bij. Zit deze bij, deze bij. Nee, nu is Smiley. Smiley, jij kan kiezen. Oké, wacht. Ik had al gezien welke ik wou. We hebben deze roze hier zo. Oh, die is ook zwaar, zeg. Jeetje. Ik doe niet bellen en open. Open, waar gaat die open? Ik zie niet waar die open kan. Hier. Ja, hij is open. Hoi. Ga eens pauze, hè. Of ging je nog sneller? Nee, ik heb hem vooruit gespoeld. Oh. Het ging weer te snel hoor, dat eind. Kut, ik maakte hem groter in plaats van open. Ja, hij ging een verdieping omhoog. Ja. Zo, dit is wel echt een Myron-tas hoor. Ja. Boeken, yes, Frozen vriendenboek. Hoppa. Wat een vriendin. Dat zou ik wel zielig vinden. Nee, alleen de... Nou, wat denk je van die verpaste... Oh, dat vind ik echt zielig. Wat denk je van die verpaste trouwring van 900 euro die Milan had gevonden dan? Ja, dat was van een oud vrouwtje. Idee zat er ook bij van haar. Oh, echt? Ik weet wie het was. Ik dacht, ja, dag, die breng ik niet terug, is mijn geld. Maar ik denk dat het van een oude vrouw was. Zo schattig. Is er welke taal? Kijk, gewoon Nederlands. Oh, nou, dan bellen we het even op. Maar ja, de Maurice kunnen we goed terugbrengen, denk ik. Is het gewoon een telefoonnummer? Wow, dat is wel sick, ja. Nou, mama. Dan bel je toch gewoon op. Hier, de mama van haar staat er gewoon in. Oh, dat is wel nice. Kunnen we die bellen? Wow. En dan kun je het verhaal er ook achter horen. Dat heb ik ook een keer gedaan. Ja? Ja, want dan had ik een nummer gevonden. Hoe is het kwijtgeraakt? Ja, dan zei ik van, weet je nog hoe of wat? En dan, ja, en dan was het echt een jaar terug of zo, dat is vakantie. Oh, heel lang geleden. Ja. We kunnen al even bellen. Ja, maar hier staat wel het buitenlands in. Zie je dat? Oh, dus Turks. Ja. Ja, dus ik denk dat ze naar Turkije waren geweest. Hier ook allemaal. Dat er dan, Kijk hoeveel. Er zit echt veel. Kijk. Met het hele boekje staat vol. Ja. Dit meisje heeft meer vrienden dan ik. Deze moeten we wel terugbrengen. Dat zou wel echt leuk zijn als we dat gaan doen. Zeker. Ja? Wil je niet nu bellen? Kan. Ik zou nu wel willen bellen hoor. Zal ik bellen? Ja, is goed. Maar meestal doe je de eerste pagina zelf invullen, maar nu staat gewoon de volgende is meteen de mama van een ander kind. Oh, ja. Oh, dus ik weet niet hoe we dan de eigenaar gaan. Nou, dit zoekt Milan wel even uit, dat vindt hij leuk. Later word ik ballerina of klimmer. Dan kunnen we ook vragen, wat wil je dochter laten worden? En als ze dan zegt ballerina of klimmer, dan weten we gewoon dat het goed zit. Zo, heb je die gevonden net? Dit is er. Wow, dat is wel echt een harde bril. Ja, serieus. Wie zat hierin? Wat? Er zitten nog meer brillen in. Ja, zal ik ze allemaal voorkomen? Ah, dat mag. Nee, doe ik niet. Hier. Ze is net jarig. Ze is bijna jarig. Ja? 4 mei. Oh, kunnen we dat als verjaardagscadeau geven? Ja, 4 mei. Dit? Oh, 2016. Dit is haar. Ja. Ja, ik heb haar gevonden. Oh, nice. Woont in Voorschoten. Ja, en 2016. Dus ze is nu 6 jaar? Is ze al 6 jaar de boek ze kwijt? Nu 6 jaar. Nee, ze was 4 jaar hier. Is ze al 6 jaar het boek kwijt? 2 jaar is het boek kwijt, ja. Oh, ik dacht 6 jaar. Ja, al 2 jaar. Waar staat het wanneer het ingeschreven is dan? Oh, ik ben jarig vier. Op en ben nu 4 jaar. Mijn sterrenbeeld is stier. Wow, wat ziek, hè? Ze wordt nu 6, dus ze is nu nog 5. Dus ze is ja, 2 jaar. Wow. Ja. Oh, ik ben zo in de war. Maar er staat hier geen nummer van dit, deze chick. Deze chick. Nee, dan bellen we gewoon ze is 6 jaar. Nou, bellen gewoon die. En dan vragen we of we het nummer van Ela kunnen krijgen. We bellen die en dan vragen we of het nummer van die mogen. En dan die vraagt weer die. En dan hebben we alle vrienden afgebeld. Maar goed dat Ela zoveel vrienden heeft. Ja. Ook de Turkse bellen. Oh ja, dat kan ook, ja. Deze is ook mooi, hè? Deze is ook wel nice, ja. Nou, zit een mooi bril in. Wat nog meer? Ja, heel veel brillen. Wacht even, dit is heel schattig. De grondstewardess Turkish Airlines heeft wat erin gezet. Ja? Oh, dat is wel lief. Super. Dat is echt leuk. Er staat verder geen persoonlijke informatie bij. Ik ben nu 25 jaar, weegschaal. Het is gewoon alles ingevuld. Wow, en ik lust niet spruitjes, aubergine. Ik eet graag roti, bami. Wow, dat is echt super schattig. Ja, super leuk. Wow, mijn favoriete boek is Hoe overleef ik boeken. Ja, die vond ik ook leuk. Die lazen wij ook altijd. Hoe overleef ik de brugklas? Ik heb er niet gelezen. Ja, ik ook. Kijk wat erin zit, allemaal. Laat me zien. Portemonneetjes, kijk. Wat? Allemaal portemonneetjes. Oh my god, dat is zo nice. Wow, echt veel.
potloden, kleurboek. Wat is dat? Geld. Oeh, geld. 8 cent. Nou, doe op de stapel van geld. Dan komen we misschien toch nog aan die 300 euro precies. Zo, oeh, hier is ook weer. Dit is allemaal geld. Ik weet niet wat voor geld. Maar joh, wat staat er? 50 penny. Dat is gewoon dollar. Is dat 50 penny? Ja, dit is de moeder. Ik heb de moeder gevonden vandaag. Wat staat hier? 10 pence. 10 pence. Er staat 10 pence. Hey, Milan Knol. Nee, er staat 10 pence. Ja, maar dit soort dingen worden altijd gewoon al leeggehaald bij douane. Dus je moet dan echt geluk hebben. Als er nog wat in zit. Dat ze er nog wat in laten zitten. Oh, yes! Let's go! Let's go! What? Hey! Maar weer in zo'n klein vakje daar, hè? Dus bij douane kijken ze al even zo snel, halen ze de meeste dingen eruit. En dan net daar... Ja, blijkbaar. Zit dan nog wat, hè? Dat is mooi, man. Dat is hartstikke mooi. Het zou wel leuk zijn als we nog even wat vinden, of niet dan? Of niet dan? Al die vakjes voorbij. Ga jij hem bellen? En de chick? Kumkie? Kumkie. Ben je uw vriendenboekje kwijt? Oh, dat is wel een Turks nummer. Dan kost dat meer belminuten dan. Dat is, ja, dat is wel wat duurder. Daar heb ik er wel voor over. Ik heb er net 20 euro gevonden, hè? Ja, betalen we hiermee, die belkosten. Nou, laat maar even weten als je weer wat vindt, ja? Ja, ik ben helemaal aan het zoeken, maar geen... Oh! Huh? 50? $50. Wow, nice! $50. Hoppakee. Wow. Wow. Dat is sick. Dit is echt een goede portemonnee. Oh, kijk dan. Topper. $50 en een goede portemonnee. Hier hebben we al. Hier moet je kijken. M70. Zo hé. 70. Hoeveel is dollar omgerekend? Mag je al meehelpen trouwens? Schat, jij mag dat. Zeker. Oh, dat is fijn. Hé, hey, ik heb een portemonnee in een portemonnee. Goed in de vakjes kijken. Hallo. Het Gini Metrics. Hallo, goedemiddag. Ik spreek met Milan Knol. Ik heb hier een vriendenboekje van Frozen voor mij. En uw dochter... Pia, weet er eens, ja? Staat hier in dit vriendenboekje van Frozen. Oké. Okay. En dit is een vriendenboekje van een meisje dat heet Sertel, geloof ik. Ela Sertel. Oh, Ela, is dat van Ela? Ja. Ja, en die hebben wij dus gevonden bij de gevonden voorwerp van Schiphol. En we vonden het zo zielig. Oh, God. Dat we dachten van, nou misschien kunnen we dit weer terugbrengen naar de eigenaar. Maar ja. Die is volgens mij in Turkije, want dat nummer dat werkt niet meer. En uw nummer nog wel. Ja, nee, ik heb daar ze zit bij mijn dochter in de klas. En ze is op het moment, ze wonen ook in Nederland. Alleen ze reizen best wel vaak heen en weer, omdat ze daar familie hebben. Ja. Maar ik zat wel even doorgeven aan de moeder dat het op Schiphol het vriendenboekje is gevonden. Dan kan ze het ophalen. Dat zullen ze wel fijn vinden. Ja, nee, hartstikke goed. Ja, nou, wij hebben dus de bagage gekocht via dan weer een externe partij die dat van Schiphol weer koopt. Ja. Dus het is nu niet meer in Amsterdam, in Schiphol. Ik kan zo even een foto maken van het boekje en van haar info. Zeg maar, kost 50 euro om terug te krijgen. Is er meer bagage van hun? Nee, ja, alles ligt door elkaar altijd. Dus we weten niet precies wat nou wel of niet. Maar dit is persoonlijk. Dus ik heb alleen het boekje helaas. Of zat er toevallig ook €500 bij? Want dan is die nu voor mij. Nee, grapje. Ja. Dus ik zal, even een foto naar u toe appen. Ja. En ik zag ook dat ze 5 mei jarig was. Dus, ja, dat gaat opschieten. Ja. Ja, daarom. Dus dat is al bijna. Toen dacht ik, nou, dat is hartstikke leuk. Een soort verjaardagscadeautje, vriendenboekje terug. Ja, precies. Dus ja. Ik hoop dat ze er blij mee zijn. Misschien moeten ze meer eens hebben. Ik denk het wel, want ik denk dat dat waardevol voor ze is. Ja, oké. Okay, nou, hartstikke leuk. Top, doen we dat. Oké, okay, nou, dankjewel voor het bellen. Wat leuk. Ja hoor. Nou, dankjewel. Oké, okay, bedankt. Hoi, hoi. Bro, zo nice van jou. Ja, toch? Ja, sowieso. Dat is echt super lief. Ook hoe je dat doet en zo met die vrouw. En... Nee, maar wel super leuk dat we dan zo iemand bellen. Ja, het is dus iemand uit de klas van dat nummer. Want er stond geen Nederlands nummer in verder. Dat was de enige. Maar ja, het was een hele leuke... Milan die had Turkse nummers geprobeerd. Maar er stond elke keer nummer niet in gebruik of zo. Nou, ondertussen zijn we heel veel portemonnees hier aan het fixen. We houden jullie nog wel even op de hoogte van wat hier verder uitkomt. En of we het moeten langsbrengen, of dat ze het komen ophalen, of dat ze het verzonden willen hebben. Maar het is wel leuk dat het vriendenboekje weer terechtkomt. Kun je deze sketches even bekijken? Hoe jij dat er vindt uitzien? Of het echt is? Ja, deze ziet er wel heel goed uit. Ja, die is ook wel een beetje dikker of zo. Wat ik bedoel? Ja. Wist je dat je niet... dit is van Michael Kors. Je kan niet naar Michael Kors toe en vragen of het echt is. Nee? Nee, dat doen ze niet. Waarom niet? Nou, want stel je hebt wel een neppe, dan ben je eigenlijk gewoon aan het factchecken. Ah. En dan kun je het nog meer verbeteren om hem net goed, echt nep te maken.
Zo, want is deze echt goed nep? Ja, dus ze zeggen alleen van nee, alleen met garantie of met bonnetje of iets, anders doen ze het niet. Anders doen ze geen zaken met je. Nee. Nou, is toch leuk. Michael Kors portemonneetje. Er zit ook nog een kaartje in, made in Vietnam. Wordt Michael Kors gemaakt voor Vietnam? Dat weet ik eigenlijk niet. Er zit ook een QR-code in, dus je kunt even scannen. Hier wel. Oh, ik heb muntjes, hè? Ja, Marvin heeft best wel wat kleingeld gevonden, maar verder niet echt dat grote geld. Nou, 20 euro. Ja, maar ik bedoel nu later, dat hadden we al laten zien. Ja, dat klopt. Hé. Wat is dat? 1000. Dat Mexicaans. Oh, huh? Shillings. Ja. Tanzania. Shilling. Wat? 1000 shillings hebben we gevonden. Oh, hoeveel is dat? We zijn hier even bezig met een QR-code. Oh, sorry. Nee, ja, pak het niet. Anders maak van dichtbij een foto en die QR-code hier doen. Ja, dat is toch goed? Nee, dat werkt niet, want dat is geen neppen. Oh, is het een neppen? Ja. Is dit een neppen? Nou ja, ik kan de QR code niet eens scannen. Dat is toch wel raar. Ik heb een klein handje van nodig. Zal ik even kijken? Shilling? Wow! 1 shilling is 0,0080 cent. Dus als je 1000 shilling hebt, heb je 8 euro. Oh, dit is 8 euro. Gek is dat, hè? Dit is dus Keniaanse shilling. Maar... toch 8 euro, hè? Ja, toch 8 euro. Is wel vet om te hebben, hoor. Gewoon 1000 shilling, dames en heren. Kijk hoe dat eruit ziet. Zie je dat? 1000 shilling. Ja, ik voel weer geld. Ja? Is weer zover. Dat is euro. Wow, yo. 4,20 euro. Voor 20. 4,20 euro. Hé, hier zit ook een dikke stuiver in, gek. Dik stuiver. Zeg ik zo plat praten, hè? Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Hier, moet je kieken. Kieken? Nee, dat is al niet. Dat is hier, Turkije, we hadden het er net over. Dit is 1 Turkse lira. Nou, misschien kunnen we die bij het vriendenboekje doen dan. Ja, inderdaad, waarom niet? En dan zeggen we, je mag het houden als kop is. Kopmunt. Ja. Hier, kop. Even kijken, hoeveel is dat waard? Turkse lira. Oké, laatste portemonnee. Zou toch leuk zijn als hier nog even wat in zit. Wow, 1 Turkse lira is 0,063 cent. Dus even voor de duidelijkheid, 1000 Turkse lira is 62,81 euro. Dus als je hier nog 999 van vindt, dan komen we wel op een mooi bedrag. Nou, we doen al het geld, of het nou Nederlands geld is, of Keniaans, of wat dan ook. Alle soorten. Doen we in een cowboyhoed. En dan gaan we aan het eind kijken hoeveel er allemaal uit er komt. Zo kwam er raar uit. Uit de komten. Ja. Nou, ik moet zeggen, dit is een leuke koffer, schat. Dit was een leuke koffer. Ja, zaten er niet nog andere dure portemonnees bij? Of dingen waarvan je dacht, kan je gebruiken? Zoals deze zijn best wel populair, hè? Ja, maar die is een beetje... Wacht, ik heb dit, hè? Let op. Oh, mooi. En daarmee eind. Ja, dat is wel een oud boek. Niks gevonden verder? Nee, heel veel portemonnees zijn gewoon een beetje oud. Snap je wat ik bedoel? Daar kan je niks mee. Ja, en dit is dan iets van een soort van KLM vliegding. Ja. Misschien met zo'n vliegtuigje erop. Dus op zich kunnen we dat wel weer gewoon in deze koffer terug doen, denk ik. Even dit check dit ja, dan. Yeah, my bad motherfucker. Dit is wel iets voor jou, bro. Een bad motherfucker. Keihard. Oké, voor de rest niks interessants. Nee, helaas. Maar dat is wel nice, want dan kunnen we de rest... gewoon allemaal weggooien. Ja, doen we gewoon terug in de koffer dan, denk ik, toch? Ja, ik denk dat we die koffers ook wel goed kunnen verkopen. Ja, dat is wel... Want ik vind namelijk wel iets in die zijkant. Ja, ik ook. Een stuk gras. Wow, een stuk blad. De zijkantjes voelen. Toppie, daar hebben we allemaal iets uitgekozen. Nee, Milan die mag nog eentje extra doen. Yes. Want die deed voor spek en bonen net. Yes! Hij moet wel in deze tas passen. Ja. Bro, ik zweer het, is mag wel een hele... Is wel de... Mag ik die boeken? Ja. Oh. Ja, 5 euro. Ik moet terugverdienen, bro. We gaan je lachen. Ja, dat is cool, man. Ik geef je, hoor. Ja, voor dat vriendenbroekje... Broekje. Voor je broekje, deze. Voor dat vriendenboekje vraag ik ook gewoon 50 euro. Ik hoop dat je gespaard hebt in die 2 jaar. Nee, ik zie dat je gewoon door. Sorry, maar de eigenaar wil er echt 50 euro voor. Nee, komt goed. Die gaan we... Die gaan we gewoon teruggeven met 1 Turkse lira erbij. Toppie! Voor... Toppie? Toppie! Nou, Milan, laat me weten. Welke wordt het? Wat heb je gepakt? Een koffer? Koffer. Oh, dat is die carbon ook. Oh, dit is ook carbon. Ja, nou, kom maar hier. Ik ben benieuwd. Hou weer extra boeken. Nou, laat me zien die koffer. Nou, ik ben echt ontzettend benieuwd. Wat een gast is het ook. Oh, oude man al jij. Ja. Hij zit ook te kreunen hier. Oh, deze vind je leuk. Ik zie het nu al. Het is echt niet waar. Oh, mooi spul joh. Oh, mooi spul. Oh, die krijgen we bij de boeken erbij.
Oh, mooi. Zo, wie heeft een kinderhoofd en een winkelberoofd? Ja, nice bro. Ik wil eens weten wat het is. Een kind gaat weg. Kom hier. Nee, dat is daarvoor. Die kan je vasthouden. Dan kan je zo heen en weer gaan. Oh ja, dan kun je hem zo vasthouden. Dat is super schattig hoor. Ja. Dit is toch helemaal kut. Oh, air mattress. Oh ja. Dat is handig. Oh ja, ja, nice bro. Mag je houden, ja? Ja. Zo zie je ermee, air mattress. Zie ik zo in de familie-app, Milan. Ik heb een air mattress. Dit is de enige goeie. Wow, dit is Under Armour. Armour. Nice bro. New en New York petje. Ben je wel eens geweest? Nee. Dit was het. Oh, wil je nog eentje? Nee. Nee, mag ook niet. Nee, ik wist dat als ik zou zeggen ja, dat jij zou zeggen nee, mag niet. Ik heb je al een tweede laten pakken. Ja, maar drie keer scheep ze. Nee, maar weet je wat je moet pakken? Mag ik dan iets voor jou pakken? Ja, dat is goed. Ja? Dan pak ik wel iets voor jou, ja? Komt goed. Laat mij maar even een mooie voor jou uitkiezen, ja? Ik ben zo terug. Even kijken, dames en heren. Waar ga je een mooi itempje uitkiezen voor Milan? Wat zullen we eens doen? Ja, deze is mooi. Deze gaan we doen. Kijk. Hier, moet je kieken. Alsjeblieft. Ja, wat denk je zelf dat hierin zit? Ja, misschien nog meer knuffels. Een kindertas. Ja, je weet het nog nooit, bro. Oh, jongen, die tas is wel heel vet. Die wil ik wel heel graag houden. Bro. Bro, keihard. Als je gaat vliegen. Hoor, die is oprecht vet. Kijk dan, Roos Spider. Hoor, joh, keihard. Weet je hoe duur die kringen zijn? Oh, Cars boekje. Pas mooi bij je fonds van net als ook Cars. Stikkenboekje. Of is weer vriendenboekje? Jeetje, dit is ook echt. Nou, ik weet niet hoor. Ah, ik was beter, dat weet ik wel. Een ei. Oh, gaaf. Ja, ei, dit is ei, de niks. Ei, dat hoort erbij. Is een dino. Hé, hey, is dit niet zo'n soort Tweety of zo? Die zat in dat ei. Looney Tune. Looney Tune, ja. Je weet wel wat het is. Ja. Misschien in het voorvakje zit een dikke pak geld, joh. Je weet het nog nooit. Nou. Hier, een mooie kind. Kijk, hé, hey, hey, dat bedoel ik. Kijk eens wat erin zit. Dat is echt een minietje. Nou, hoe komt die, hoor? No. Yeah. Oh, wat zei ik je? Wat zei ik je, bro? Ik zei het toch? Oh, hier. Yeah. Oh. Ik heb zijn zakgeld gejat. Ik heb al zijn zakgeld. Ja, dat zei ik toch? Oh, ik heb al het zakgeld. Daarom. Je moet nooit te snel oordelen, bro. Nooit te snel oordelen. Nou ben ik enthousiast. Och, koek. Oké. Kijk. Kijk. Gewoon kek. Bro, tientje. Tientje, hoppakee. Yes. Nou, hier. Doe maar weer in de cowboyhoed. Je had hem heel even. Sorry. Gruil hem. Ja, nice. Hoppakee. Sick. Yo, listen up. Here's the story. About how I robbed a little kid. Ja, damn. Sick, man. Hé, maar waarom geef je een kind 10 euro? 10 euro. Ja, hier hebben 10 euro. Kom maar een ijsje. Ja, nee. Dan kun je 5 ijsjes halen. Ja, maar misschien heeft hij dat wel gekregen voordat ze op vakantie gingen. Ja. Dit is je zakgeld voor de hele vakantie. Oh, joi, joi, joi. Ja, en ik vind die portemonnee niet passen bij die Super Mario tas. Nee. Wow, wat een zucht. Dat is wel een mooie vondst. Dit is een hele mooie vondst. Wil je dan ook één? Dit is weer iets wat jij hebt gepakt. Ja, maar wil je dan ook iets van mij pakken nu? Ja. Dan is dat het laatste. Ja, en dan weet ik zeker dat pak ik dat en dan is het weer fucking goed. Bro, ik heb jou net een goede tas gegeven. Ja, dat bedoel ik. Jij wat doe je nou lullig? Ja, maar ik geef je toch iets moois. Kom op, man. Kom beetje... op, zeg. Hey. Kom op, man. Hey. Sla je zo met die tas op je achterhoofd. Kom op. Kom op, man. Kom op, man, Milan. Pak iets goed dan. Deze of deze? Ja, jij mag kiezen. Een action tas of een koffer, maar maakt niet uit. Oh. Hij gaat voor de koffer. Hij gaat voor de koffer, ja. Zo, mooie beige koffer, bro. Ja, thanks, man. Dat is ineens nieuw. Ja, vet. Zo, dit is wel echt... Die kan je echt nog verkopen, hoor. Ja, dat is echt een mooie koffer. Dit is een coureur à coureur. À coureur. Een coureur à coureur. À coureur à coureur. Bro, dit... Ik voel... Ja? Hier zit minimaal 1 douze. Eén doezel? Ja, bedoel je een schillings of bedoel je een
Een uitje. Rubies. Een uitje. Een rubie. Zo! Een vieze onderbroek, bro. Ja, maar jij lacht, hè? Maar hier kan wat onder zitten. Eww. Oeh, dit ruikt ook heel erg. Niet echt. Ja. Het ruikt niet, maar goor. Geld! Ah. Ja, je hebt gelijk. Is dat 1 doezoe? Dit is 10 cent. Hoeveel cent? Oh, yo, dit is ziek. Nederlandse Antillen. Wow. Dat is 10 schuldencent dan, of nice. Niet? Nice. Dan moet je weer terug om het uit te geven. Ja, nou, dat doen we erin. In het hoedje. Moet je even het boek checken? Ja, maar ik doe dan even handschoenen aan straks. Ja, dit is allemaal... Dit is niks, hè? Nee, dit is de vieze was, denk ik. Oh, die geur kwam ineens naar me toe. Ja, dat is heel vies. Echt? Ik vond het zo'n kakkofferpak voor mij. Ja, dit is een vieze wasdop, denk ik. Ik moet ook bijna kotsen. Nee, dit valt wel mee. Ja, je kan niet stoppen, hè? Je wil nu nog eentje. Je wil afsluiten met de goeie. Ja, je wil afsluiten met een banger. Met een banger. Maar ik moet wel even handschoentjes hiervoor hebben, vind ik. Zijn hoofd ook. Jij bent echt schattig met die tas. Je lijkt echt zo'n jongetje. Ik vind het echt een vette tas, hoor. Ik had er eerst eentje van Dora altijd. Dat liep ik heel lang mee. Deze is ook al nice. Er zijn mensen die kunnen dat niet. Nee, dan gaan ze ook kotsen. Er is zo'n TikTok guy die dat altijd bij zijn vriendin doet. Ja? Die vriendin kan daar niet tegen. Je wordt dan helemaal mee. Die komt dan thuis van werk en... Hey, heb je lekker gewerkt? En dan... Ja, ik heb... Oh ja, zo... Ja, vet sneu eigenlijk. Nee, stegel. Handschoentje aan. Hey, voel in die broekzak iets. Kijk! Hey! Oh, had jij hem net ingedaan of niet? Nee! Nee, tuurlijk. Nee, dit is 25. Hey, je moet niet zo achterdochtig zijn. Je moet gewoon geloven als je iets vindt. Ja, maar ik denk elke keer dat het... Wajo, koppenmunt. Ik dacht elke keer dat het gewoon net was. Maar dit is 25, dus er is wel iets anders. Want ik had daar net al 10 in gedaan. Ja. Dus ja, we moeten wel even goed checken of we nog meer centjes gaan tegenkomen. Wat voor broek is dit dan? Dat is niks boeiends. Hé, hey, ik hoor wat. Yep. Kijk yep. dan. Yep, hier. Wauw! Hé, hey, rustig aan. Kijk dan, 5 gulden. Hoppakee. Hier, we komen net uit Curaçao. Hoe mooi is dat? Hier 1 gulden, nog een gulden. Hier 7 gulden al. Super. Ja, dat is mooi, hè. Kijk, we hebben nu hier Beatrix. Die koningin der Nederlanden. En deze komt uit 1999. Ja, dat is dus het mooie. Vroeger hadden we 5 gulden. En nu hebben we 5 euro. Ja. En 5 euro, dat is tegenwoordig op je mel gauw. Maar vroeger was 5 gulden gewoon nog in een munt. En nu is dat in een brief. Nu is het 5 euro. Hier kocht je 5 broden voor. En nu niks meer. Nee, nu niks meer. Misschien 1. Nu misschien 2 net. Half boor. Deze komt uit 1992 en deze 2014. Dus een nou, verschil. Leuk. Weer in het hoedje. Ja, wel gewoon in, hier, in de kontzak. Mooi hoor, heel mooi. Hier hebben we nog een broek. Mooi. Misschien nog meer meteen in de vuilniszak. Meteen gewoon. Ja, dat is wel goed. Ja, daar ligt de vuilniszakken. Bro, hier moet je wel echt handschoentjes bij aan doen, hoor. Want deze is wel echt goor. Goor? Goor. 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 Gas, deze is echt goor. Goor, je verdient geld, ik ben meteen rijk. Komt uit goor. Gas, ik heb hem echt protect gevonden. Ik ben protected, ik heb handschoenen. Ik ben protected. Zo, deze koffer kan ik ook echt niet verkopen. Goor, hij is gewoon vies, deze. Goor, zit hier nog geld in, denk je? Ga je daarin roeren eventjes. Nee, joh. Hou open. Al die vieze handen. Ik krijg hem niet open. Eigenlijk is het wel erg, want straks heeft iemand dat thuis. En die zit al nu de hele tijd de vlog te kijken en die denkt... Misschien kan de editor even erbij zitten dat hij moet doorspoelen. Ja, Milan? Ja, goed zo. Misschien heeft Jordi er ook wel last van. Hou op hoor. Niet tegen mijn hand aan. Dit is inderdaad een wastas. Oh, kijk dan. Hop. Wow, dat is een hele kleine. Dat is een mini. Mini 5 gulden. Nice. Cent. Oh, hoppa. Nou, hier. Weer. Dat gaat wel hard zo. Zo, ben je goochelaar. Hoi. Is er nog eentje in zit? Even kijken of er nu nog wat bij zit. Hoppa. Oh ja, ik voel weer wat. Ja, daar. Hier, een bal. Een bal, what the fuck? Ja, ik weet het ook niet. Heel. Een allemaal kraal. Stel je het in je
Ja, een kraal is het, denk ik. Doe bij geld. Wat? Huh? Daar. Daar, joh. Lever ik in bij zo'n automaat. Misschien ziet hij dat als geld. Zo'n balletje erin probeert. Oh! Dat was de rit. Dat was de rit. Maar we zijn nog steeds niet afgesloten met de goeie. Zal ik even weer inpakken dan? Ja, dat vind, ik vind dat wel de hoogste tijd. De hoogste. Prachtig. Zullen we deze koffer dichthouden? Die is wel oprecht mooi, die koffer. Dus en dan gewoon verkopen? Ja. En als ze dan langskomen en vragen, mag ik eerst inkijken? Nee, dat mag niet. Waarom denk je anders dat die 10 euro is? How about no? Is die binnen niet zo mooi? Jawel, hij is super mooi. Maar hij stinkt. Maar dit is dus de coureur, de accoeur. Ja, super. Yes? Ja. Die gaan we verkopen. Wat betekent de coureur? De coureur? Nee. Scoot, scoot. Wat betekent dat wat erop staat? Vind ik dat iets vlees? Nee, volgens mij koffer. Koffer, de koffer. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Was. Ik heb geen idee. Nou, schat, pak jij eens even wat. Die handschoenen zijn ook al gewoon vies, hè? Ik ga voor iets kleins. Gewoon een klein rugtasje. Weet je ook van die handschoenen zijn? Wow, die handschoen. Oh, die onderbroek. Kom samen. Nice. Hoppa. Nice. Hoppa. Zo, nice. Ja, Milan is echt schattig met die rugtas. Ja. Echt lief. Nou, ik ben benieuwd wat je pakt van de stapel. Echt heel benieuwd. Wow, dat is hem. Oh, maar dat is een e-spec, dat is te duur. Maar die hadden we net ook. En daar zat die wat zat daarin? Die Apple, die watch zat daarin. Welke denk je, die rugtas? Ja, jij mag kiezen, dus... Ja, maar ik heb het elke keer fout. Ik denk links. Nee, het zeg ik gewoon omdat hij rechts zegt. Oh, het is gewoon een telly, bro. Ja, het is gewoon een telly. Die is niet kapot te krijgen, hè? Nee. Het is de Nokia. Oké, okay, doen we dit. Oei, het klonk wel alsof die kapot ging. Zie je, het leeft gewoon nog. Ja, alleen het hoesje is er nu af. Maar dat is misschien ook wel de manier. Hey! Oké! Okay. Ben benieuwd. Wat is dat? Nimbus. Oh. Nice hoor. Ja, hierbovenop zit wel al gewoon vies. Ja, dat is vieze was. Zo. Wow. Nieuwe schoentjes. Oh my god. Jouw maat, denk ik. Zo. Wow, die zijn vet. Wat? Ze zijn gewoon nieuw. Groen wow, die zijn echt sick. Mooi. Welke maat is dat? Is dat mijn maat? Nee, 42. Oh. Hé, hey, dat is Elisabeth's maat. Of Milan. Milan? Ja. Wat voor maat heb jij? Jij hebt 43, toch? Ik heb 43. En Elisabeth 42. En als je ze heel mooi vindt, heb je maat 42? Of? Elisabeth heeft toch 42? Ja, hier, kijk. De Samsung Galaxy Watch Active 2. Oh, de 2. Dan moet ik even kijken of ik wel goed heb gezocht. Elisabeth heeft toch 42? Hey. 41. Oei. Hey, dit is 42, maar die is gloednieuw. Ja, die kunnen we gewoon verkopen. Doe maar even een voetje erin. Kom maar. Wow! Zo. Zo. Dit is gewoon... Dit pas je gewoon! Pas je niet. Bro, die is echt nice! Zo, die pas ik gewoon! Au! Dat is toch mooi? Iets te strak. Ja, hij ziet wel een beetje strak. Ja? Oh, dat is jammer. Dat is wel echt vet anders, hoor. Hier, een nieuw kabeltje. Zo! Dat is ook wel nice, hoor. Yo, dit is wel echt nice, serieus. Ja, maar die schoenen, die kan je echt gewoon goed verkopen, want ze zijn gewoon nieuw. Ja, dus wil je er wel voorzichtig mee zijn? Ja. Straks heeft hij een heel nieuw outfitje aan van die koffers. Horloge. Ja, alles. Wat heb je hierin zitten? Deze persoon, die doet serieus alles. Head and shoulders. Oh, dat is wel slim. Alles in zo'n klein tubetje. Douche. Ja, dat is wel slim. Ja, dat kan je gewoon hergebruiken. Dat is wel echt slim om mee te nemen. Kun je je favoriete shampootje meenemen? After Sun. Ja, dat is slim toch? Ja, dat is wel slim. Oké, nou, dan was het al voor deze. Er zitten ook dikke pillen in. Laat die eens zien, joh. Jeetje. Het zijn antidiarreepillen. Paracetamol. Hoe? Die zien er zo uit? Ja. Wat? Laat je niet gek maken, hè, als je iets ziet. Oh, Ray-Ban. Nieuw. Wat? Er zit ook gewoon nog eentje in. Oké. Okay. Ik heb hem nog niet opengemaakt. Maar er zitten sowieso echt veel brillen hoor. Wat staat hier op verder? Ik dacht misschien een prijs of zo. Ja, kijk dan. Wow, die is echt gloednieuw. Wow. Zo, die is wel echt mooi, ja. Wauw. Wow, die is echt helemaal gloednieuw. Ja. Zo, die is echt heel mooi. Damn. Wow, die is echt nice. Ja, die is echt mooi. Wow, wil je die niet zelf houden? Die lijkt een beetje op jouw bril die je gekocht hebt van Ray-Ban. Was die? Weet niet. Is er geen vrouwenmodel? Nee. Nee. Hij is wel vrouwenmodel. Hij past wel. Volgens mij hoor. Ook hoor. Dus zou kunnen ja, maar hij past wel op zich. Ik heb pas niet. Ja, zie je, die bril heet ook Erika. Echt? Ja, serieus. Hey, je hebt een video met Erika. Oh ja. Zeg wat Erika, je weet zelf. Dat zou die niet hebben. Ja, het is wel een beetje een damesbril, maar jij kan hem wel hebben hoor. Zo. Nee, dat is een damesbril.
Maar hij is wel heel mooi. Hij is heel mooi. Het is gloedje nieuw. Ja. Ja, het is gewoon 100 euro. Ik denk het ook wel hoor. Dit is echt sick. Ray-Ban is altijd wel duur en deze is echt gloednieuw met alles erbij. Ja, ja, alleen geen bonnetje. Maar... Nou, ik denk dat we nu inmiddels wel één kaart eruit hebben. Qua waarde. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, ja. Alles wat we hebben gevonden. Ik ook heb het geld. Ik heb een appje van die vrouw van het vriendenboekie. Dank. Ze zijn er heel erg blij mee. Dus gaan zeker contact met je zoeken. Ze denkt verder niet dat ze andere items verloren zijn. Groetjes, Gerdien. Wow, dat is echt nice. Ja, is toch top? Oh, dus we gaan ze nog contact met je opnemen. Ja. Nou, fijn. Zal ik nog één item even zoeken? Ja, doe maar. Doe die andere rugtas waar we tussen konden kiezen, rechts of links. Nee. Dat had jij gekozen. Oh. Ja, dat is zo... precies hoe jij nu liep, liep ik daar ook langs. Hij was open. Ik keek zo, ik dacht, hé, daar zit een doosje in. Ja, ik had wel zo'n tas of zo. Zo, zou je dat wel doen? Nee. Ik ben benieuwd wat hierin zit eigenlijk. Of staat het er al op? Het is wel fragiel art, dus ja, het is... Er staat München. Oké. Er staat München. München. München, hoe zeg je dat? München? Hoe zeg je dat nou? Bro, München. 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 Nu weet ik het ook niet meer. Ben je naar München? München. 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 Oh, dat is niet zo cool alsof je dat meteen weet. Hoe? Ik wil in Duitsland arbeiden. München. Hé, hey, maar weet je wat München? Hier staat gewoon het adres op alles. Er staat gewoon shipping toe en er staat er gewoon... De Gottfried Böhmering. Ja, er staat gewoon de adres alles op. Ja. Ook een naam. Ja, de naam, alles. Het is art. Oh, dat is nice. Fragiel art. Wie is art? Artstokjes, weet je. Artstaartjes. Oké. Artstaartjes. Nou, laten we eens even kijken. We moeten wel voorzichtig doen. Oh, is dat een god. Oh, dat is wel zielig. Oh, dat is wel echt sneu. Dat heeft hij laten maken. Ja, zo'n foto met zijn vriendin. Ja, oei. Ja, hang maar boven bed. Nou, dit is wel echt super schattig. Oh, met ook met alle foto's van... Oh. Dat zijn allemaal kleine fotootjes en dan zie je weer een hele grote. Ja, ik vind het niet netjes om te laten zien, want dan zie je die mensen. Ja. Als ik die erin kom zitten hangen, wat is met... Huh? Ja. Ja. Of dat je die gewoon daarop hangt. Ja, ik vond het zo zonde. Nou, jammer. We kunnen opa laten bellen naar hem. Ja, want die kan Duits. Ja, maar... Vloeiend Duits. Ik denk... Er staat hier een nummer op. Nee, toch? Ik denk dat dat adres gewoon niet klopt. Dat ze een paar keer hebben proberen te bezorgen, maar dat het ook niet... Ja, dat denk ik. Want anders hadden ze dit echt wel daar weer opnieuw naar opgestuurd. Nee, wacht. Hoor. Ik doe gewoon hier. Er staat in case of damage, bel. En dan bel ik gewoon, is beschadigd. Misschien krijg ik geld. Nee. Ja, dus... We even in Duitsland. In vallen einde beschadiging. Beschadiging. De A met puntjes is toch een E. In München. Is toch een E? Ik heb zin in... Een E. Cola. Nee. Marco. Marco. Prima. Prima, Marco. Prima zo. Prima. Het is geen wedstrijd. Marco, prima. Marco. Die roze dingen. Roze koek. Nee. Tom Poes? Ja, Tom Poes. Heb ik zin in. Hoezo als ik aan München denk aan Tom Poes? München. Ja, nee. Je hebt zeg maar München en dan heb je Monchus. En dan heb je Tom Poes en Tom Pjoes en dan Munchjoes. What the fuck? Ja, maar waarom denk ik anders aan Tom Poes? Weet ik niet. Oké, wil je nog iets pakken? Ken je dat plekje in Duitsland, Tom Poes? Oké, wil je nog iets? Of niet? Tom Poes. Ja, ik zet art even weg. Dit is fragiele art. Ik pak nog even iets, ja? Ja. Weet jij trouwens nog wel dat die schilderijen bij mij op de hal, dat die ook uit die veiling zijn? Nee. Heb ik dat ooit verteld? Ja, volgens mij wel, ja. Op een of andere manier heb ik de hele tijd in mijn hoofd dat jij bijna weg moet. Maar dat komt omdat je die tas op hebt. Ja. Ik zat net echt zo naar jou te kijken van, volgens mij moeten we opschieten, want hij heeft zijn tas om. We hebben al tijd, hè? Ja, nou, ik moet wel zo weg. Oh. Maar dat is over een uurtje of zo. Oh. Twee uurtjes. Deze lijkt me interessant. Dus die is van Jamal. Jamal, oké. Okay. Die ken ik. Jamal is aardig gedaan. Oké. Okay. Ja. Hij speelt voor... Zeg maar dat ik zijn tas heb. Zeg maar even bellen. Kijk. Hebben we weer een AC-tiontje. Oh, Tupperware. Daar ben ik gek op. Ja, dit is fantastisch. Oh, dit is echt fantastisch. Oh, dat was trommel. Dit vindt oma heel mooi. Ja, dat is wel. Misschien Elisabeth ook wel, ik weet het niet. Ja, er zitten van die mooie kringen. Maar wat is het? Een vers houtbak. Ja, wacht, kijk, doe eens zo. Is het een vers houtbak? Ik heb geen idee. Een teltje gewoon, denk ik.
Ver, ik weet alleen gewoon een teltje waar je shit in kan wassen of zo. Hey, kijk! Hey! Nou, die is wel beter. Wat? Ja, dat denk ik ook. Ja, moet je teruggeven. Hey, kijk, dit is handig. Hey! Hoezo zit er een kruk in die de wil je toch bij het wc hebben? Ja, dat is toch ideaal. Het is zo'n poepkruk. Poepkrukje. Fijn. Dat in zo'n tas zit. Ja. Dat was het enige. Jamal gaat op vakantie en ik. Nou, dit is fantastisch. Een pan, een kruk en een bak. Hoe verzin je het? Interessant wel. Toch wel weer veel troep. Ja, dat is ook wel een ding, hè? Het is wel zonde, hoor. Nog één tasje dan? We willen gewoon door totdat er iets goeds is, hè? Gewoon iets moois. Oh, dat is een pomp. Hé, dit is een wijnpompset. Oh. Dus daar kan je kurk... Kurk. Smaak naar kurk. Kurk. Ja. Gast, dat is een dure fles. Ja. Maar goh, een wijntje. Prima. Nou, dat is wel handig. Dit is geen wedstrijd. Toch? Hè? Ja, leuk. Hé. Hey. Ja, dat is wel wat waard, denk ik ook. Oh, dat is van Hugo Boss. Ja, een mooie das. Ja, dat is gewoon een supermooie stropdas. Gast. Gast, ik heb gewoon een gloednieuwe Hugo Boss stropdas. Mooi. Dat is wel gaaf, hoor. Ja, die is wel mooi. Zeker. En die komt ook nog in deze tas. Oh, kijk dan. Hij vloog mijn geld. Oh, dat is het hotel in Brussel. Oh, hier staat bonnetje alles. Die wil niet geloven hoe duur dit is. Ik dacht dat het zoiets doms. Wat dan? Doe een gok. 50 euro. 50 tompoes. Tompoes 2 euro een stuk, hè? 100 euro? Ja, bro, jij kijkt zo belachelijk naar mij. Dat staat nergens op. 40 euro. Ja. Nou, ik zei 50, was wel goed, hè? Ja. Nee, dat is dus niet goed. Nee, het is 40, schat. In de buurt. Hij is wel in de aanbieding. Ga nou eens weg met dat ding. Wat is 50 tompoesen dan? Ja, 100 euro, dat zeg ik net. Ja. Tompoes 2 euro per stuk. 1 tompoes is echt niet 2 euro. Ja, wel eens bij mij koop. Nou ja, hij is wel een aanbieding voor 20, maar toch. Is dat belachelijk? Ja, dat is wel duur, ja. Waarom zou je überhaupt wijn drinken? Dan hoef je het ook niet te halen. Dat scheelt weer geld. Nee, zeker. Daarom drink ik het ook niet. Nee, ik ook niet. Dat is de reden. Ja, want die wijnpomp zo duur is. Ja. Drink ik gewoon geen wijn. Ik hoef geen wijn, want die wijnpomp is gewoon veel te duur. Ja, kurken trekken ook. Ik verdik het. Een stropdas. Leuk. Nog eentje? Nog één laatste dingetje. Pak die ene die ik wou pakken, die rugtas. Ja, voel ik wel. Heb je flessen openen? Nee, ik koop geen flessen. Nee. Zonder geld. Flessen openen is veel te duur. Dat is ook de ja, ik denk dat er wel iemand op de wereld is die dat als reden heeft. Wat is ja. Dit voor tas? Een River Island. Ja. Oeh, dat is een mooi merk. Oh, dit is ook heel hygiënisch dit. Ik zie iets glinsteren. Mm-hmm. Dit is de toekomst. Je op zoek naar je toekomst. Wow. Het is zo nep als het me zijn kwam. Ja. Ja, je hoort dat het plastic is. Oh, dit is de pil. Nou, niet de pil, toch? Nee. Nee, het is gewoon de pil. Het is gewoon een pil, zeg je wel. Met zijn de pillum. Wat je viel erin via mijn tepel. Wat vind je eigenlijk van zijn snor? Ja, Milan zegt ook niks. Dat is op de normaalste zaak. Dat had jij ook toen je... Oh god. Oh, nee, niet één. Wel 100. Kijk, maar weer een goeie. Eerst even een brief uit. Dat is bro, dat is een kotzakje. Echt? Zit kot in? Nee, maar wat vind je ervan? Want hij is naar een barber geweest. Die heeft hem helemaal netjes bijgewerkt, die snor. Ik heb het gezien dat hij bij die barber was. Quincy. Bro, wie maakt ja. Nou een wow, magic? Quincy, hij weet magic, gewoon bro. Nog. Quincy. Wie maakt nou een tas zonder ritsen? Of een rit zonder ingang? Een rit zonder opening. Ja, dat hoort gewoon. Dat is gewoon een design. Bro, is ja. Dat is, wow, ik ga ook een deur maken zonder handvat. Dan moet je hem duwen. Dat is gewoon normaal. Nee, dat is niet normaal. Ja, dat is gewoon bro. Dat kan gewoon. Heb jij dat hier? Een deur zonder deur? Want ja. Of wie is deze guy? Of hij schuift. Yo, Bas. Alles lekker. Of hij schuift. Hier, wil je ook eentje openmaken? Misschien zit er iets in. Ja, misschien geluk. Wow, maar er zitten weer dus allemaal... Schatje. Komt allemaal. Hier, dit is Shine. Ja, dat bestel ik ook altijd mijn zonnebrillen. Zo. Dit is echt zo'n Thijsbril. Ja, die moeten we bewaren. Dit is mijn island boy. Hey, try to make it. Die past bij je shirt nu wel, die paarse. Heel. Wat? Wat? Heel lelijk. Vind je niet? Nee. Vind je die mooi? Zo, er komt geen einde aan. Ik heb al heel lang doek. Doek ermee. Hey! Geld! Yes! Hoeveel? Hoeveel is dit? Hier. 50. 50 pence. 50 pence. Hey? Nee, it depends. Oh.
Oeh! I'm a low at the coco. 50 pence. Ik heb geld. Huh? 5 pence. 5? Oh nee, huh? Hier, doe hem in die sombrero. 1 penny! 1 penny! 1 penny! Hey. 1 penny. Oh. Verband hem. Maatverband. Ik loop ook steeds dichterbij. Hier, kijk me bro. Hier! 10 penny? Nog meer. 10 penny. 10 pence! 10 pence! Er zit 10 pence in. 61 pence. Kijk, wat is dit dan? Hoppakee. Hoppa, Eurduppies. Eurduppies. Geld, jong. Hier, 600 stroom. 600 stroom. Dit ook. Maar natuurlijk zit hier niks in mijn kussie. Hier, wil je hier, nog iets op slot doen? Bijvoorbeeld je grote mond? Nou, dat is niet groot dan. Hoe kan je dit nou doen dan? Wat bedoel je? Ja, die kan je gewoon afhalen, dat ringetje. Ja, die kan je er gewoon afhalen, dat is een ring. My love, nee joh. Maar wat wil je hiermee ook op slot maken? Als, dan krijg je nog met je vingers toch open? Ja, iets van een klein kluisje of zo misschien. Of ze wil hem ophangen met een vriend ergens aan een brug. Oh. Dat kan ook, hè? Ja, dat tasje wel eens ophangen, denk ik. Nee, ik denk dat ze, als je even naar de wc ging, dat ze het tasje op slot moet zetten. Toen heeft iemand er meegenomen. Ja. Maar er zit niks meer in, of wat? Schatje, hier zo. Kom hier, kijk, we doen het hier even op. Hier, dat is wel een goede overgang. Dan ga ik in deze tas, als die leeg is, en dan gaan we uit de volgende tas. Nee, maar kijk, kom even. Oh, hier. Hier, daar kunnen we alles ingooien zo. Zo! Geld! Geld! Ringen! Hey, ringen! Skittles! Skittles? Ik zie een ring. Een mooie, hele mooie ring. Wacht even! Wat was dit? Wow, dit komt uit 2017. Dit is 1 pound. En ik heb hier 5 pence. Wow, I have also a pence. It's more than 1 pound. Hier zit een ring in. Die zegt knijtersnap. Oh, maar wel mooi. Hey, de oorbel. Ja, die had Milan teruggegooid. Hey, maar dit is wel een handig bakje zo. Ja. Goud zoeken. Goud zoeken zo. Zilveren. 7. Weggooi. Niet. Well, waarom? Ja, dat kan je gewoon leeggooien in een vuilniszak. Als je het in een vuilniszak doet, dat scheelt gewoon weer letterlijk een minuut. Wordt gepest. Zeg nu maar ja, papa. Ja, papa. Dat is toch dom? Welke maat schoenen heb jij? 42,5. Oh, wow, ja. Kijk, we hebben voor jou de meest ideale schoenen gevonden die je kan kopen voor 200 euro. Nee, serieus, wil je ze passen? Ja, bro, kijk dit, hè. Kijk hier. Ik ben echt een... Oh. Aardig aan nieuwe schoenen toe. Maar wow, yo. Maar hoeveel? Welke maat is dat? 42. Ja, dit is 38. Ja, ik wil gewoon... Maar welke maat is dit? Dit is 42,5. Oh, dan is het een half maatje. Ja. Hier, wil je dus aanpassen? Ja, dat is nu 43. De paskamer is achter dat doek, meneer. Ah, oh, top. Ga ik even omkleden. Ik ben zo meteen terug. Oké, cool. Ik ben benieuwd. Ja. Waar hebben we die sieraden in? Ook in het hoedje. Ook in het hoedje? Alles... Zo, zwaar. Oh, ja, dat wordt een mooi tasje hoor. Zal ik hem even doorzeven? Gaan we nog 1 ding pakken? Ja, is goed. En dan gaan we straks gaan we hier de boel een beetje opruimen. Want het is nu allemaal een beetje troep, hè? Allemaal een beetje troep. Nou, zullen we 1 koffertje nog doen? Ja, is goed. Zeg je dat niet al een uur lang? Nee, dan moet je al weg moeten. Ja, 2 uur of zo. Kijk, dan ga ik helemaal op dat ding zitten. Oei, hij is niet zo breed als die dag. Kijk, kunnen we hier allemaal wat in doen? Leuk. Hoe heet deze koffer? Delsie. Nou, we hebben een mooie Delsie. Hey, die zit op mijn wiel. Wauw, yo, ik koop ze. Kijk. Passen ze? Dat is gewoon precies goed. Kijk dit, normaal gesproken moet je altijd even een vingertje zo ertussen doen. Wow, dat kan gewoon. Wat? Was wow. Precies. Nou, beter. Voor hoeveel is het kwijt? Ja. Want je moet dit natuurlijk wel meerekenen. Weet je wat we gaan was doen? Was de waarde. Oh joh, nu komt het. We zouden nog een cadeautje meenemen uit Curaçao voor Bas. Zo. Dat heb ik vergeten. Ja. Dit komt uit Albanië, dus dat telt ook. Nee, maar ik ben het vergeten. Wow, dus, bro. Wat nou als we zeggen, bedankt dat je op het huis hebt gepast en dat je ons op hebt gehaald van Schiphol. Ja. En hebt gebracht. Ja. Krijg die schoenen. Zo, goeie deal. Wow, goeie deal. Akkoord? Ja, gek. Wow, joh. Ja, het zijn wel mooie schoenen. Sick. Iedereen, dat hoort ook bij de afspraak, iedereen die zegt mooie schoenen, zegt je hebt gekregen mensen. Nee, is dat een deal? Zeker. Oké, okay, mooie schoenen. Maaf, maat. Mooie schoenen. Van is zo gekregen. Nee, maar eerlijk, ik vind ze keihard. Ja, kijk, het zijn echt mooie schoenen. Fancy. Het zijn andere dan anders, hè? Dat ja. Is leuk. Ik vind het fucking fancy. Ik heb die nog nooit eerder gezien. Ik ook niet. Kijk eens mijn voet. Als je nog iets kleiner was, had jij ze. Mooi. Dat is gewoon vandaag ook zo gelijk, hè? Ja, super nice. Ik zou zeggen, hou ze aan. Zo! Oh, dit is sneu, hè? Nijntje! Nijntje. Lief klein konijntje. Nee, ja. Zo, dat was zo. Een keer. Ging vond je dat grappig? Waarom lach je daarom?
Dit is Nijntje. Ja. Met de maagwand zo naar buiten getrokken. Waarom? Helemaal zo roze met van die lijnen. Is toch lief? Maagwand. Nee. Goor. Goor. Is toch goor? Waarvoor had je dit bakje? Ik kots als er iets vies in zit. Hier, bro. Je wou boeken. Tijd. Boek. 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 Huh? Boek. Nice. Hé, hey, wat zijn dit? Huh? Oh, dit is gaaf. I love my back. I love my backhanger. Dit kan je, dit zijn gewoon slotjes voor je koffer. Oh, leuk. Zie je, waardevol. Geld! 1 euro! Hier, in de geldton. 1 euro. Lach er gewoon op, hè. Wat ziek. Wat zit hierin? Is het nou een scheet? Nee. Zo klonk het wel. Oh, een duur Ray-Bannetje. Kijk dan, gouden. Zo. Een hele dure. Ray-Ban USA. Staat je leuk. Oh, is het wel een beetje gek op je oor. Je had hem gewoon helemaal naar boven. Ja, omdat hier dit heb ik, hè. Oh. Ik heb wel een dit heb ik, hè. Dit heb ik, hè. Ik heb dit op de kop, ja. Nou, ga dan. Nou, hier. Dit kan bij de brilletjes. Dit is een mooi brilletje. Het staat in een tasje. De brilletjes liggen daar. Wow, wat zit hierin? Wat is dit? Gassan? Gassan. Wow. Nee, hou op. Dit is Rolex. Wow, ja. Dit is Rolex. Oh my god. Is een doosje van Rolex ook al veel waard? Oh my god. Dit is een Rolex doos. Dit is niet te geloven. Oh, ja. Nee. Als er echt wat in zit, hè? Nee, er zit niks meer in. Wat? Maar dit heeft dus iemand dus ooit op het vliegveld gekocht, een Rolex. Gewoon een doosje laten liggen. Ja, maar volgens mij is een doosje, als het een origineel doosje is, is het ook nog geld waard. Bro, kijk hoe super origineel dit eruit ziet. Serieus, een origineel Rolex doosje. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Is ook nog geld waard. Bro, zullen we kijken wat voor een die heeft gekocht? Want hier staat de type op. Nee, dat is wel sick. Dan kunnen we kijken hoeveel we eventueel hadden kunnen vinden. Je schoen aan het zoeken. Je was mijn schoen aan het zoeken, hoe is dat? Ja, ik zo lelijk. Vond je ze lelijk? Ja. Welke? Mag ik erbij? Nee. Maak even een foto. Dan heb je meteen. Eigenwijze kneus mee ook weer. 35 euro kost dat doosje. Ja? Ja. Katawiki, Rolex, Oyster. Yes. Nou, maar ik ben dus aan het kijken hoe duur die Rolex was die erin zat. Hier, de doosjes worden gewoon opgekocht. Ja, worden gewoon verkocht. Ook uit welk jaar, zeg maar. Ik kan niet echt vinden hoe duur dat horloge is. Maar ik zie hier, ja, $200 staat hier iemand. Dit is toch dezelfde? Ja, ik vind het wel vet uitzien. Wel een mooi doosje, zeker. Ja, het is supermooi. Wow. Verkocht voor €200, dat doosje. Ja, zie je? Ik zag net eentje voor $275 erop. Nou, bewaren. Ja, en dit doosje ook zo? Ja, zit er ook echt nog goed in. Ja, ik zag dit hoedje al. Toen dacht ik, wow, sick. Nou, ook weer in het gasanzakje. Wow, dat is echt vet. Dat is een mooi item. Wat zit hier in dan? Ja, veel. Ja, veel hoor. Oh, dit is gaaf. Je handen omhoog. Nu! Oei, joh. Oh. Oh, dat is voor lucht. Je moet kinderen nooit dingen geven dat lawaai maken, dan gaan ze de hele dag. Ja. Kijk dan. Wow, dikke collectie, man. Huh? Gewoon cd's. Hier, yeah, Lil Yolo. Lil Yolo. Lil Yolo. Lil Yolo. Pavarotti. Dus dit is... Dat is Italiaans, toch? Ja, dat is zo'n opera zanger. Hier, Pavarotti, Andrea Bocelli. Ja, Bocelli. Bocelli. Hier, Gianna 3. Nee, 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 ik ken het niet. Je kent ook Bocelli niet. Hier, Albana Romina Power. Hier, Power. Power, Noor Power. En Lil Yolo. Die is wel echt sick. Lil Yolo. Hier, heb je die Bocelli. Jij bent zo geïnfluenced door al die rappers van nu. Lil zo. Yolo. Ja, dat zou een goede naam kunnen zijn, toch? Oh, hier, altijd, dat doe ik ook altijd op reis. Een hele stack meenemen. Mondkapjes dan, hè. Oh, kijk hier. Hups. Deze is zo ontzettend... Loshy. Resistant. Stainless steel. Een combi. Kun je eens kijken? Jij kan altijd een fotootje maken, zo. Het is gewoon een kwart. Het is niks waar. Voor iedereen die een kwart heeft, het zijn best mooie horloges, hoor. Zo, maar je ziet de beschade en... Dat was echt zo, gast, het is gewoon een kwart. Niks waar. Laatste tas. Ik denk dat dit weer zo'n souvenirtas is. Wauw! Dit is voor Milana geweldig. Ja, zeggen dat ze het gekocht hebben op Curaçao. Ja, is goed. En dan ziet ze deze vlog, wordt ze boos. Nee, 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 dat komt goed. Ik heb ook een tas gevonden, hè, voor Samantha. Zullen we deze aan Milana geven? Ja, met die, ik heb ook een jurkje voor haar gekocht, hè. Is wel leuk, toch? Maar wil je eens de camera vasthouden? Ik heb hier, kijk! Kan je zo een beetje doen. Ja. Oké, okay, nou dat was deze koffer volgens mij, dames en heren. Oei. Ik zie er verder niks in zitten. Ja, dit moet je altijd nog even bekijken. Kijk, ik voel hier iets. Kan maar zo'n brief van 10 zijn. 15 euro, man. Oh, dit is gewoon zo'n draaipad. Verder niks. Wel een mooie koffer, dat wel. 15 euro? Mag je hem hebben? Nee. Oh. Nou, wat heb jij nog? Niks.
Oh, maar pak dan wat. Nee, maar zou dat zou de laatste zijn toch? Ja, ja, dit is de laatste. Of zullen we Bas nog één laten kiezen? Voor mij maakt het allemaal niet uit. Hoe meer je nu doet, hoe beter voor mij, want dan is er meer weg. Ja, en het is goedkoper, 15 euro per dag, hè? Oh, dat is zeker waar. Dus je mag ook een horloge geven. Is dat dan? Nou, hou dat horloge maar. Nou, we gaan even kijken. Bas, kies één item uit. Oeh, zit er best wel wat in, denk ik. Ja, dit is wel een interessante. Dit is een hele interessante. Het is echt zo'n vaarding. Een vaarding? Ja, echt zo'n celmerk. Een Helly Hansen. Ja, is dat celmerk? Ja. Oké. Gebruik ze veel boten en zo. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Mag ik hem openmaken? Ja, ga je gang. Oké, goed. Oh, veel kleding. Het ziet er nou uit dat je niet zoveel geluk hebt. Maar je weet nooit wat er onder de kleding ligt, hè? Nee, we hebben best wel wat centjes hebben we uit broeken gehad. Oh, wow, yo, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Nee, er zit gewoon een nieuwe broek in, volgens mij, of niet? Ja, gewoon. Oh, ik dacht Valentino, hè? Ja. Valentino. Ja, het is gewoon allemaal nieuw dit. Dus er zit sowieso niks in die zakken. Ja, het lijkt erop alsof dit gewoon een volle kledingtas is. En niet zoveel waardevols. Ja, ja, het is echt puur kleding dit. Ja. Ja, soms ziet zo'n tas interessant uit en is het gewoon niks. Dat is het. Helemaal. Oh! Wat? Dit is een zijvakje. SD-kaartje. Wat? Ja? Wat? SD-kaart? 32 gigabyte. Wow, durf je dat aan om je computer te stoppen? Nee? Nee? Misschien mijn tweede laptop. Wow, dat kan wel interessant zijn. Oh, dat vind ik goed. Top. Die laptop waar ik echt letterlijk al in. Ja, ik doe ook nooit een andere mans kaartje in mijn computer hoor. Ik vertrouw er helemaal niet. Nee, nooit doen. Nooit als je USB's, SD-kaartje, als je dat vindt, nooit in je PC of in je laptop doen. Ever, ooit, never. Maar waarom ga je niet met dit? Want je gaat er niet vanuit dat diegene... Als ik nu mijn PC, zeg maar, op mijn laptop op vliegtuigstand zet en ik doe hem erin, kan er gebeuren. Ik pak dat ding alleen voor mijn podcast. Dus er staat letterlijk één opnameprogramma op, verder staat er niks op. Ja, ik zou het ook niet zo snel doen. Maar jij hebt ook een laptop? Ja, we kunnen het op mijn computer proberen. Maar doe het nooit, doe het nooit. Doe het nooit. Nee, maar laten we nu doen. Ik heb zoiets van, ja, je gaat op vakantie, je gaat niet jezelf... En je neemt mee een virus. Ja, waarom zou je een virus op vakantie mee? Nee, maar doe maar in je zak en dan mag je hem later openmaken. Ja, ik ben wel benieuwd wat hierop staat. Misschien staat er wat waardevols op, dus je weet het niet. Ja, misschien Bitcoin. Misschien is het iemands wallet. Ja. Nee, maar dat was hem. Oké, nou wel een mooie tas. Ja, prachtig. Maar geen waardevolle spullen als balen. Helaas. We zijn even wat spullen aan het opruimen. Dus we zijn wel het vuilniszak al even aan het vullen met troep. En gewoon gebruikte kleding wat we vinden. Maar wat wel gewoon nog goed is, zonder echt gaten en al dat soort shit erin. Dat gaan we uiteindelijk gewoon doneren in van de kledingbakken. Want er schijnt ook wel echt kleding nodig te zijn. Want ik zag een artikel op het nieuws dat er kleding nodig was van bij die bakken en zo. Dus dat is eigenlijk goede timing dat we dat kunnen doneren. Dus dat gaat gewoon naar de doneerbakken. En toen dacht ik in één keer van, hey, die tas, heb ik die eigenlijk verder doorzocht? En toen dacht ik van, ja, die heb ik verder doorzocht. Maar ik heb helemaal niet gekeken of het een dure tas is. En ik zei tegen jullie dat ik vond me wel heel duur uitzien, die tas. Dus ik ging kijken en er staat op Kastelein en Berens. En toen dacht ik van, oké, dat klinkt op zich ook wel duur. Dus ik vroeg aan Milan, wil je eens een foto maken en mij laten vertellen hoe duur het is? Zo! Een aktentas. Wow, dat is precies deze. 330 euro. Wat? Ja, nieuw dan, hè? Tenminste. Ja, nieuw. Deze is nu al gebruikt, uiteraard. Maar ja, deze is dus 330 euro nieuw. Voor een aktentas van Kasten. Nou, ik heb misschien wil mijn accountant deze wel hebben. Ja, als bonus. Ja, als bedankje. Ja. Bedankt dat ik nog steeds geen boete heb gekregen van de belasting. Dat alles goed gaat. Nee, maar deze moeten we wel sowieso bewaren. Ja. Maar het kan juist meer waard worden uiteindelijk. Als het een beetje soort, want dit is nu een beetje zo'n vintage look, omdat die gebruikt is. Ik weet niet hoe dat werkt. Je weet niet wat voor merk Kastelein en Berens is. Ja. Oké. Nou, die gaan we sowieso bewaren. Maar wel interessant om te weten. Deze is dus nieuw, 330 euro. Dus dat is echt niet chill. Dat zou wel weten. Wat je? Ja? Ik heb een cadeautje voor je gekocht. Ja, WK. Oh, oei, joh. Het is wel leuk voor de vlog. Het was best zwaar ook. Vind je dat leuk voor de vlog? Ja. Zwaar mij even dan. Staat hij aan? Echt? Ja, ik heb hem aangezet. Zo droog. Oh, dat is wel leuk voor de vlog. Ja, dat is wel leuk om even een cadeautje over te maken. Ja, die gaan we bewaren voor een andere keer. Echt? Ja. Wow, dat is naar. Ik geef jou een cadeautje en jij maakt hem niet open. Ja, die heb ik gevonden. Die maken we later.
later over. Dat was, dames en heren, serieus superleuk om weer een keer te doen. Lang mee bezig geweest, dat is wel zo. Je verkijkt je echt altijd enorm op hoe lang je ermee bezig bent. Ook met alles sorteren en uiteindelijk in vuilniszakken doen, weggooien. Noem alles maar op. Maar we hebben redelijk wat gesorteerd. Alle koffers die we nog moeten openmaken hebben we ook op elkaar gestekt. Ga ik morgen mee verder en ga ik dan aan jullie laten zien. Maar ondertussen is het alweer 6:30. En ik wil thuis ook nog even wat dingetjes doen op de computer. En we moeten natuurlijk ook gewoon avondeten. Yes. Maar echt super chill dat Rutger en Stef kwamen helpen. Leuk dat Bas nog even kwam. En super chill dat jij ook mee wilde helpen. En Milan is sowieso altijd geniaal. En die vond het ook super leuk. Hij is morgen alleen niet thuis. Dus dat is wel jammer. Maar misschien als we... Nou, morgen gaan we het sowieso niet afkrijgen. Dus overmorgen dan is Milan er wel weer bij. Dus dat wordt wel echt lachen. Dus gaat nog een vervolg krijgen. Maar we hebben in ieder geval echt al hele mooie spulletjes gevonden. Laat je beugel eens zien. Hé, hey, je hebt hem uit! Wat? Ik wist dat je mij ging zien. Je hebt hem uit! Ja. Waarom laat je hem niet even zien? Dat is niet mooi. Maar jawel, Marlon heeft een mooie beugel. Een knarsbeugel. Een knarsbeugel. Hé, hey, Marlon! Ga ik zo lekker slapen zo. Ja, worden ze echt ziek. Maar mijn eigen tanden lijken dan heel geel, omdat dit zo wit is. Nee, dat en valt... ik slis echt heel erg met deze in. Ja, je slist wel een beetje, ja. Ting! En hier ben ik dan. Jezus. Hey, wie ben jij? Hey, hier ben ik ook nou. Ja, leuk. Hey. Oké, dames en heren. Was helemaal fantastisch vandaag. We hebben even lekker gechilled. We hebben serie gekeken op de bank. Dat is hoe ons avondje eruit zag. We hebben lekker wokkie gegeten. Oh, dat is echt lekker. Dat is hoe wij de rest van de dag... de avond hebben ingevuld, omdat we dachten van we gaan nog even een beetje chillen. Ook omdat we nog steeds een beetje gek besef hebben van tijd. En het is nu 2:55 in de nacht. Dus ja, meestal slapen we al voor 1 uur sowieso. Meestal rond 12. Dus het is een beetje laat weer. Maar goed, morgen weer een nieuwe dag. Ik denk dat we nog een beetje last hebben van de jetlag. Ik zie jullie heel graag morgen dan bij een gloednieuwe vlog. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zou zeggen, tot morgen. En, zoals ik altijd zeg, dikke, vette... Peace.